Yes, jongens, yes. Yes. Episode 73? Yes. Denk het wel, Yes. hè? Denk het wel. We gaan hard, we gaan Yes. hard. Of was het niet gewoon 72? Nee, man, 73, we doen gewoon Nee. 73, joh. Let's go. 72 wordt geüpload. Wordt geüpload. Ja, coming up, coming up. Ja. Ook Maar datzelfde. ja, luister, Ja. boys. We zijn weer in the house en dat betekent dat Vliemen er vandaag weer bij is. What's up? Goedenavond. En Goedenavond. hey, kijk eens wie we daar weer hebben. Mr. Retro Mies with the awesome Pac-Man shirt. Let's go! Yo, Ja. yo. Waka, Ja, die waka. shirt is wel erg baas, ja. Ja, man, ja, man. Fucking vet. Hey, maar laten we niet die kersttrui van Vliemen vergeten, hè? Hey. Hey, hey. Huh? En net doet hij de fles in zijn mond. Rick Modus Audi. aanwezig. Lekker, man. Welkom, welkom. Hey, Walt. Zie dat Hey. je daar ook weer bij bent. Weer een Zeker. keer. Jij bent er vaak Altijd bij. weer. Ik ben er Weer eigenlijk een keer. nooit, maar dit keer wel. Ja, man. En ik ben er ook weer bij, de chatster. En dat maakt onze podcast vandaag compleet. Sebas is op vakantie. Rex is gamen. Wat we eigenlijk ook zouden moeten doen. Waarschijnlijk. Nee, grapje. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij is er vandaag. Hij kon er vandaag niet bij zijn. Maar boys, let's begin, man. Want ja, we beginnen altijd eigenlijk met de lootronde. En weet je, die Walt, die zat me lootpick na lootpick te sturen. Dus het wordt te lang voor hem. Dus kick it off, Walt. Let's go. Let's start. Ik begin gelijk met deze bad boy. Ik heb de doos van de Wii U gefixt. Yo! Ah, kijk. Want ik had dus een Wii U met de pre-installed Mario Kart. Had ik een keer opgepikt. Maar ja, de doos had ik dus niet. En ja, eigenlijk kon ik daar, dat kon ik gewoon niet handelen. Dus ik heb hem gewoon losgehaald op Vinted. Ik dacht En dat je gewoon. was nog had gepiraat van die man bij de Comic Con. Ja, iemand zet hem daar op de grond Ja, weer. Zet hem jij zo. zo. Hoe is het? Kijk daar, die Kijk, er moest ik staat nog een hebben. Wii Die heb U-doos. ik nog nodig. En alsof die je hoorde, jongen. Niet zo, Hij pakt hem gelijk op. hop. Tussen benen gewoon. Ja, maar het was ook echt toevallig de Mario Kart pack. Ja. Want die moest ik hebben, omdat die pre-installed is bij mij. Te mooi, Maar jongen. ja, hij is super netjes, man. Dus ik ben wel blij, want het was een beetje spannend als je weinig foto's hebt. Hoe de inlay er dan uitziet. En ja, nee, goede deal. Dus dat. Ik heb iets vets gevonden. Misschien dat weinig van jullie weten wat het is. Maar ik denk dat RetroMies het wel weet. En ik ben eigenlijk niet zo van het oppikken van plusjes. Maar deze had ik echt gelijk. Zo, deze moet ik echt meenemen. En dat is deze motherfucker. Ja, hij komt me bekend voor, maar van wat is het Bekend nou? voor? Cartoon. Ja. Tweet, Welke tweet. cartoon, boys? Welke cartoon? Ik heb geen Which flauw idee. one? Er is een Super Nintendo game van. Wish. Klopt, Dennis. Dat klopt. Nee, Maar dit de is. naam is. Is dit geen Smurf? Is dit geen. Is dit een Smurf? Is dit Nee, gewoon Smurf? man. Dat is geen Dit is Smurf. een geitje, joh, Alien. geitje. Dit is een alien. Dit is Widget. Ja, Oh ja, widgets. Widget. En. Ja, hij heette Widget omdat hij voor mij ook allemaal shit met widgets, net als Inspector Gadget, kon die shit. Ja, ik weet niet meer hoe hij het deed, maar hij kon allemaal foefjes en dingen doen. En I don't know, hij was een alien. It makes no sense, maar ik zag deze liggen en ik dacht van, what the fuck, dit ding lijkt wel mint, man. Hij lijkt wel nieuw. En ik ging zo kijken, van, dit zie je eigenlijk niet vaak, deze guy. Ik Nee. ging kijken en 1993 is het label. En die ziet er bijna uit als nieuw. Dat is Ja, echt precies. ongekend. Dus ik had Ja. echt zoiets. Oké, die gaat gewoon mee. Whatever. Hier maak ik een uitzondering voor. Prijs. €2. Dus. Wauw. Wat zijn die prijzen hier? Nee, dat is Ja. niet waar. Want ik had een bundeldeal. En het was eigenlijk nog goedkoper. Dus ik denk dat die misschien €1 was. Nou, dan Maar fuck it. Dan slechte deal. bij. Ik had ook nog iets onnozels gehaald, maar dat is dit Lego blikje. Ah, joh, En prima toch? Het is van Lego Pac-Man. Batman is Freaking awesome, vriend. awesome, juist, En ik precies. zat zo te kijken en dacht van hier ga ik gewoon al van die kleine klote Lego stukjes in doen. Ja, Daar je is krijgt dit dus altijd extra blikje stukjes nog in perfect set. voor. Die moet je gewoon allemaal daarin Precies. pleuren. Precies. Dus die is vet. Maar
Het ging eigenlijk om deze stack met DVD's. Ik had een, ja, dit is denk ik een DVD/demodisc van de PlayStation 2. De PSM2 magazine. Yo. Je ziet hier niet zo heel veel meer, deze dingen. Maar ik ben de laatste tijd eigenlijk een beetje geïnteresseerd van, hey, dat is toch eigenlijk wel vet als je ineens die playable demo hebt van Devil May Cry of zo, weet je. Ik van, hey, ja, ja. Even gewoon die shit even checken, weet je. En trailertjes kijken. Dus eigenlijk is het gewoon alsof je door een magazine heen bladert, maar interactief, weet je wel. Daar zaten ze ook vaak bij, hè? Dat klopt. Maar goed, die magazines gaan over het algemeen allemaal verloren. Die gaan gewoon kapot en whatever. Maar die discs, die kunnen nog wel wat langer mee. Ik vind het best jammer. De laatste generatie was Xbox 360, geloof ik. Die had nog een eigen magazine, daar zat wel eens een demo disc bij. Ja. En het is eigenlijk begonnen met PlayStation 1, die had die demo disc, tenminste voor mij dan PlayStation 1. PlayStation 2, Xbox 360 had ze op laatst nog. En nu is het ook een beetje iets wat vergaande glorie is. Net als de Game Magazine zelf, maar dat is toch wel ontzettend jammer. Van, dat soort dingen. Ja. Heel jammer. Ik hoop altijd dat ik die magazines nog zie liggen in de kringloopwinkels, maar ik zie het eigenlijk vrijwel nooit meer. Nee. Dat is wel, wel jammer, maar goed, het kan. Het kan. Je kan het tegenwoordig nog opzoeken. Het is niet echt heel erg... het is net als een rondspelen op een flashcard. Maar kijk, een magazine vasthouden is natuurlijk ontzettend leuk en erdoorheen. Ja. Maar als je wil, kun je heel veel oude magazines, die zijn tegenwoordig in een soort archive, kun je ze nog wel vinden op internet. Dan kun je digitaal door allemaal... Ik denk dat jij de Wayback Machine bedoelt. Er zijn ook bepaalde websites die zijn dedicated. Bijvoorbeeld Nintendo Power bijvoorbeeld, die Amerikaanse magazine die niet meer bestaat. Daarvoor zijn ook websites en dan kun je ze allemaal digitaal doorbladeren. Dus, ja, dat is vet. Gelukkig zijn er mensen die dat preserven. Ja. Op een of andere manier, ja, digitaal. Je zal het niet geloven, maar ik heb nog een Asia Mania movie gevonden. En wat? Dit is de Initial D. Initial D. Fast and Furious. Tokyo Drift. Ja. Initial D Drift. I don't know. Dan heb ik nog een Incredible Hulk DVD, maar dit bevat de pilot van de oude tv-serie, als ik het zo zie. Okay. En teasers en trailers, en ik dacht, hey, let's go, vet. Met Lou Ferrigno waarschijnlijk. Dan hebben we nog een Star Trek The Motion Picture Directors Edition. Ik dacht even dat het de cover was van Michael Jackson of zo, ik weet niet. Zo, echt hè? Ja, juist. Ja. Ik dacht van, hé, ik mis een dude die met zo'n mask... Ja, gek. Ja, man. Dan heb ik Moonwalker. Nog Spirited Away. Hey, Spirited Away, awesome! Nice. Awesome. Het is ook wel vet. Mobile Suit Gundam. Wing. Nice. Jammer dat Rex er niet is. Dit vindt Chat wel vet, denk ik, maar... Ik heb hier de movie. Ik wou net zeggen, als het geen Dragon was, dan laat maar. De movie. Hey, luister. Yeah. Deze DVD, hè, die je nu daar in je handen hebt, is fucking rare. Deze heeft me echt eeuwigheid gekost om hem te vinden. Ja, die. Nou ja, mij ook, want ik zie ze eigenlijk vrijwel nooit meer, die DVD's. Deze is echt rare. Ja, maar jij zit er niet naar, toch? Je kwam er tegen. Ik kwam hem gewoon tegen, ja. Ja, ik precies. Op een of andere manier zag ik hem zo uitsteken... Bij de bakken met DVD's, in ieder geval, zie ik dat goed? Hey, Dragon Ball. Eit, vet. Gelijk die hele bakken door. Kijken of er nog meer zit. Ja, ik dacht, nee, ze komen altijd alleen. Ik dacht ook soms dat die DVD gewoon een myth was. Gewoon van dat iemand gewoon een fan made hoe ze had gemaakt of zo. Nice. Maar ja, hij bestond gewoon. En Oké, chat. Congrats. Dan moet je deze ook even beoordelen. Want dit is de Dragon Ball Mega DVD. Garbage. Gooi die weg, man. Garbage. Ruim drie uur. Nee. Deze kan je makkelijk vinden. Deze kan je makkelijk vinden. Maar kijk, wat je daar nu in je handen hebt, is de Big Green Dub. En dit is echt hilarisch. De voice actors, die verkrachten al die namen van de characters. Het is echt ongelooflijk. En het is super grappig.
Hey chat, wil je mijn mic wat zachter? Waar doe ik dat? Even kijken. Hier zo, wacht. De mic zachter button. Hoor je me nu zachter? Nee. Hallo? Same. Ik weet niet wat er met deze mic is, want hij valt ook heet het uit. Daarnet ging ik weg en toen was mijn mic uitgevallen. Dus hij doet rare dingen, deze dingen. Dus oké, weet je wat? Ik doe mijn mic gewoon ver van me weg. Is dit beter zo? Doe me zeg maar een beetje aan de zijkant. Lukt dat? Hallo? Ja, daar zo. Ja, en dan gewoon rechtuit zitten en dan praten. Ik haat jullie. Ja. Hey, zeg eens wat. Ik haat jullie. Niet dichter bij die mic komen. Gewoon normaal zitten, recht zitten, niet daar. Ik haat jullie, hoor je me? Ja, kijk. Ik heb al 6 keer gezegd dat jullie haat, man. Ja, nee, ik wil het vaker horen. Maar is dit beter, of niet? Nog steeds hard, man. Ja, ik weet niet wat het is. Hij ging ook gewoon random opeens harder. Ja, deze ding heeft kuren. Heeft echt kuren. Want hij gaat... Daarnet ging eruit, en toen viel die uit en shit. Die mic van jou is gewoon demon possessed. Ja, man. Ik doe het. Hij kan volgens mij niet zachter. Maar hoe heet het? Walt, kan jij mijn volume niet zachter doen? Via de control room. Even kijken in de control room. Waar is Chester? Even kijken. This setting adjusts how loudly others hear Chester. Nee. Oh, thanks, nee. En nu? Dus eigenlijk ligt het gewoon aan Wally. Ja, iedereen staat gewoon geluid. Maar hoor je me nu zachter of niet? Zo beter toch? Ja, dat is beter, ja. Ik haat jullie nog steeds. Ja, okay. Master. Hij staat iets meer dan de helft naar beneden. Oh, nice. En net zo laat. Oké, even niet geloot, bro, break meer. Ja. Ik heb nog Nintendo Rewards. Ik heb ook de keychain. Mario Wonder en natuurlijk de pin. Voor way too much coins. Dat ja, veel te veel coins. Werden die nou weggegeven op Dutch Comic Con? Dat waren weer andere. Oh, ja. Okay. Dat waren weer andere. Maar ze leken wel erg op deze inderdaad. Even kijken, ik heb nog iets van Vinted. En dat is Final Fantasy Tactics. Lekker man, the let's, War let's, let's of go. The Lions. Masterlijk, hoeveel heb je, hoeveel heb je hem gekocht? Voor mij voor 25. Dude. En dat is wel een redelijke prijs, want ja, zeer zeker. Tactic games gaan echt rising, man. Die tactic ik heb hem dubbel, hè. Oh, hij heeft hem dubbel. En come on, dude. Ja, maar ik wist niet. Kijk, ik wist niet dat jij naar deze op zoek was. Anders had je gewoon naar mij kunnen aankloppen. Ik ben naar alle Final Fantasies op zoek. Ja, maar ik wist niet. Ik dacht dat je misschien tactics al had. Maar als je dat had gezegd, van ik ben nog wel tactic. Had ik gezegd, hey, dude, ik heb nog een tactic voor je. Dit is mijn eerste... Voor mij is dit mijn eerste Final Fantasy Tactics die ik nu heb opgepikt. Nou, dan moet je nog de PS1 versie, de Advance versie. Oeh, de PS1 versie, dat gaat je echt kosten, jongen. Ik zweer het je. Ja. De DS versie heb je ook nog. Zelfs de voor mij... Nou ja, die DS versies die dan zeg maar de Tactics van Final Fantasy 12 en zo. Zeg maar die spin-offs. Die gaan... ook best wel, die zijn ook best wel prijzig. Ja, ze zijn allemaal niet echt cheap of zo. Weet je? Dus ik was al blij dat die naar beneden ging de prijs op 20. Hey, let's go. Oké, boys, vandaag ben ik de host. Vandaag ben ik de host, maar ik ga jullie de hele tijd onderbreken. Let's move it up. Oh, ja. Oké, toen heeft mijn pa heeft me nog weer geholpen met loot. Hij heeft dit opgepikt voor mij. Micromaniacs. Ja, pa is een legend, man. Serieus. Oh, jullie kennen deze game allemaal. What the fuck? Ja, Micromaniacs. Ik heb een collectie, het is een leuke game. Is dit nou een onderdeel van Micro Machines? Een soort spin-off? Ja, Want het, het ziet er een beetje hetzelfde uit. Ja, hetzelfde bedrijf, Codemasters. Ja, klopt. Klopt. Dus ja, uit. Spin-off. Ja, nu geen autootjes, maar rennende mannetjes. Dus dat is wel lachen. Dan heb ik nog een collection. En dat is de Namco Museum DS. Ja, toch. Leuk. Altijd leuk. Waar komt dit weg, Walt? Waar heb je dit opgepikt? Dit heeft mijn pa opgepikt uit een random plaats in Nederland. Maar ja, ik heb geen idee. Kringloop, ja. Kringloop. Ja, hij kringloopt wat af, die man. Dus dan gaat hij altijd WhatsAppjes sturen met foto's. Heb je dit al? Dat ken ik. Dan, eerst belde hij altijd en ging hij alles opnoemen. En toen dacht ik, hey,
Ik versta gewoon de helft niet wat je zegt, want crappy maak gewoon English. Foto's. Ja, maak dus ik zei, maak gewoon foto's. Ja. Dus sindsdien gaat het helemaal goed. Ik heb nog een Minecraft voor de PS3. Dus let's build some stuff. Volgens mij kan je hem singleplayeren, dus dat is mooi. Ja, klopt. Dan heb ik ook nog Ratchet & Clank Nexus. Nee. Dat is ook wel tof. Voor mij is dat de laatste release van de PS3 trouwens. Die ken ik helemaal niet. Okay. Nee, ja, omdat het misschien later is. Een late release. Hij heeft ook nog deze opgepikt. Lord of the Rings. Nice. Maar The Return of the King. Ik hou van deze game. Die is echt vet, heb ik ze alle drie op PS2 ook. Ik heb echt al 70 jaar uitgespeeld worden. Ja. Dat, maar hij kwam ook met een surprise game. En ik dacht van, hey, what the fuck? Pik meteen op, riep ik. En dat was Star Wars Obi-Wan. Oh, no way! Vet. Vet. Ja, en ik wist niet dat dit een exclusive game was. Ja, dat is Xbox. Ook echt, die kan je echt, nee, is alleen Xbox. Alleen Obi-Wan. Xbox. Ja. Dus ik was best wel surprised. Ja, vet man. Nou, ik moet alleen even groen hoesje fixen, want dit is een... Ah joh, pak een van die crappy... Crappy Dance Revolutions games. Dus hier ben ik ook wel blij mee. Dus dat was de loot, boys. Vet, man. Dat was hem. Ja, dat die Obi-Wan, super vet. Ja, toch? Ja, man. Ga ik wel naar jou even nu gelijk snel. Want de chat is de host. En anders kapt die shit af. Begrijp je? Hey, ik maak geen geintjes, vriend. Oké, vorige keer was ik er niet bij. Want we kwamen van Comic-Con. Dus ik ga gauw door de Comic-Con. Pint. Oh ja. Check. Keychain. Check. Check. Ghostbusters. Check. Zijn dit freebies of... deze had ik... Ik was aan het filmen. En op een gegeven moment bij de Ghostbusters tent... Toen voelde ik op een gegeven moment een hand in mijn zak. Ik dacht, hey, wie de fuck is dat? En toen keek ik zo, was een van die Ghostbusters, die slijden wat in mijn zak. En toen zat zo te kijken, was dus dit, een of andere, wat is het? Dikke koelkastmagneet. Maar ik was freaking blij met deze. Ik dacht, zo awesome. Ja. En het andere van Nintendo, is het ook, was er ook freebies of van de Con? Of? Die pins? Ja? Moest je Mario, Mario Wonder spelen? Wij, ik en chat, gierig. Ja, wij dik lang wachten, jongens. Ja. En we deden alsof we heel die shit hadden uitgespeeld. En nooit hadden gespeeld. Leuk game. Hey, maar ik zou toch nog pins krijgen. Oh ja, hier, vet. En van de Con heb ik ook nog... ik zeg van, hey, ik had nog geen Captain Marvel gezien. En eerst de volgende tentje die we kwamen, zagen we met Captain Marvel. En deze. Awesome. Dus, en nog wel wat eraf kunnen lullen. Ik had eventjes... mijn laatste Comic-Con loot is... Ja, hij heeft mij in deze gebruikt. Just. Nog steeds in je trui zitten. Ja. Man. Dat was een awesome. Ja, man. De mayonaise, die moest ook bij. Ja, ik was ook wel verbaasd dat je daar dan je frietje kreeg en dan ineens... Hoef je niet te betalen voor de saus of zo. Mijn geëeuwde mayonaise. Wij gingen loose, joh. Ik zei dat je... Iedereen voelde nog net uit de zak. Ik vond gewoon nog eentje in mijn zak. Awesome. Maar goed, dat was dus de mayonaise. Dat was Comic-Con loot. Daar had ik Wally zijn loot opgevolgd. En deze is echt de enige die ik het vetst vond. De andere vond ik allemaal kaka. Dus dat was wel erg chill. En ik ben ook niet echt super Grogu fan of zo, weet je wel. Hij is mij iets te cute. Maar dit, omdat hij zeg maar... Ja, Mandalorian hij is cuter hoofd... gemaakt nog in die, ja. In die figures. Ja, precies. En dat trek ik niet zo goed. Ja. Maar goed. Dan ga ik verder met... ik heb een PS4 game voor cheap. Vampire. Die is best wel vet. Ook een beetje underrated. Ik had hem al voor de Switch. Maar ik wilde een physical voor de PS4. Ik moet altijd aan Painkiller denken als ik die hoes zie van Vampire. Painkiller is awesome. Ja, Painkiller is echt fucking dope. Ja, die heb ik voor PC dan, ja. Painkiller is vet. Dus, maar goed, en dan heb ik ook nog, ook voor Dirt Cheap Shadows, Awakenings. Ik weet niet of je die kent, een soort van Diablo-achtige game. Nee, hou ik wel van.
Dan heb ik Terminator Resistance, ook voor dirt cheap. Hey. En deze had ik op de PC, maar ik wil hem ook physical op de PS4 hebben. Nice. En nice. Dan heb ik echt serieus, hè? Hey, Black Friday. Hey, ik weet niet wat met Black Friday elk jaar aan de hand is. We gaan het zo over hebben. Dat is de volgende topic. Mijn enige Black Friday loot is deze. Uncharted. En dan heb ik voor mijn laatste loot heb ik Super Mario RPG. Oh ja, en ik had, hey, serieus hè, ik ben nog één keer, ik ga altijd langs de action, dat weten jullie, voor wat jullie hebben allemaal, Flex, Star Wars, dat ik veel allemaal, ik ging weer naar de action, ja, weer, hey, serieus, geen enkele pop daar weggehaald, nog steeds die hele wand met al die wacky Star Wars shit, en Fleeman die stuurde toen een bericht over die games. Ja, maar weet je, die zou ik sowieso niet hebben gehaald. Want ten eerste had ik ze al. En ik wilde eigenlijk wel Rayman hebben. Maar die was digital, weet je wel. Denk ik van ja. Mm. Dus die heb ik dus niet gehaald. Maar ik liep langs. En ik zag echt twee games liggen. En dat waren tennis games. Maar wat stond daarnaast? Wacht even hoor. Wat stond daarnaast? Ja, ik voel me aankomen. Hé, hey, hij gaat gewoon. Hey, hij haalt gewoon iets. Nee. Ja. De hele doos. Hij heeft de hele doos gekocht. Dus ik was fucking blij, gek. Die doos zijn vet, hè? Zo, ik zag die doos. Ik zei, hey, er zitten maar twee games. En ik, oh, die twee kakker games weggegooid. Dus ik ging naar die gast toe van, hey, luister, verkopen jullie deze dozen ook? Hij zou zitten kijken. Nee, ik zei van, ja, die staat daar, zitten die games zitten erin. Hij zei van, joh, mag je gewoon meenemen. Ik zei, oké, prima. Dus nu heb ik gewoon mijn nieuwe... kijk hem ja, toch? Super flex. Hey, serieus. Die games erin is echt nice. Ja. Gewoon ja, echt nice. Dus nu ga ik gewoon echt een missie ervan maken om... Ja, weet je, ik ga gewoon voor die dozen. Want die dozen, die zijn er wel altijd bij mijn action. De Star Wars dingen zijn er niet. De juist alles van Star Wars. Ik zeg, weet je wat? Ik ga gewoon empty boxes looten. Of ja, gewoon, ja, gewoon dat doen. Dat is het enige wat ik... Dat ga ik nu gewoon doen. Fuck the shit. Ja, ik kan toch geen Star Wars shit fixen. Wat jullie allemaal hebben. Maar goed, dat is mijn laatste loot. En ik ben freaking blij. Maar hij is wel vet. Ja, zeer zeker. Hij is echt top. Good. Next. Fleeman. Doe je ding. Ik heb eigenlijk maar één ding gehad. En we komen er straks op. Black Friday. Een beetje een tegenval. Maar ik kreeg net een folder in de box. Ik heb een fotootje van je laten zien aan jullie. Dat vond ik nog wel een leuke aanbieding. Dus misschien dat ik die nog oppik. Maar daar hebben we straks even over. En voor de rest. Popfix heb ik gezien. Bij de kruis van vandaag nog. Heb ik laten liggen. Het meeste heb ik laten liggen. Maar ik heb een nieuwe console gekocht. Wat? Ja. Atari. Hey. Ja. Nieuwe console, ja, let's go. Maar ik denk dat niemand, maar misschien onderschat ik jullie, dat niemand van jullie weet wat er in godsnaam is. Oh. Ja, dit is ja, een wel, man. PS, jongen. een clone console? Of een... Nee. Dit is... Het is geen Retro 5. Ik heb het gekocht voor mijn games die ik aan het ontwikkelen ben. Want dit is... Het beste van het beste wat je kunt krijgen als jij een NES game wil spelen. Dit is de NES AVS. Dit is ontwikkeld door een boy die er echt verstand van heeft. Het speelt... nou, laat ik de achterkant erbij pakken. Kunnen jullie even snel zien. Het is 720p HDMI. Het is echt super scherp beeld. Dit is geen emulatie. Dit is met HDMI en een USB-aansluiting. En je kan ook nog een Famicom aansluiten. Oh, tof. Of expansion. Mooi. Maar dit is gewoon aansluiten op de HDMI. Geen upscalen, niks. Gewoon, boom, spelen. Ook geen emulatie. Hij speelt de cards zoals ze zijn. En hij zet het onder HDMI. En waar hij nog meer in zit, de NTSC plus spel output. Wat houdt erin? Vaak als jij NTSC games speelt op jouw NES console, dan heb je toch wat lag of anders. Hij detecteert welke cassette je speelt. Speel je een Amerikaanse card, doet hij 60. Speel je een PAL, dan past hij zich aan. Dus dat is ook hartstikke tof. Er zitten twee ports in. Je kan de NES games spelen in HD en Famicom games. En zoals je kunt zien zitten hier Vier ports.
Dus je hebt geen voorscore nodig. Je kan gewoon controllers erin doen en dan kun je met z'n vieren gamen. Er zit een ingebouwde cheat code, noemen ze dat. Game Genie zit er ingebouwd in. Als je het erin doet, dan detecteert hij welke game je speelt. En dan zegt hij van oké, wil je cheats hebben? Nou, dan kun je cheats on the fly aan of uitzetten. Cool man. Dit is niet meer, maar eerder zat er ook online bij in. Dat is helaas met de laatste update, van je kan hem updaten via het internet. Is dat erachter voor hem, maar eerder kon je gewoon online tegen elkaar met bepaalde games, homebrew games. Scores delen en zo. En voor de mensen die er echt interesse in hebben, zou ik zeggen, zoek het eens een keer op. Is echt een heel groot prijskaartje aan. Komt uit Amerika. Zit zo'n beetje op dikke $200. En dan moet je ook nog importkosten erbij en verzending en alles. Ik had toevallig was er iemand hier in Duitsland die hem had. En op eBay. Dus ik geef een berichtje in Duits. Ik zeg, ik heb de ding even nodig. Maar ook voor ontwikkeling en zo wat. Cool man. En, ja, die gast die kon wonder boven wonder kon die mij. En dat project ook. Dus hij zei van, hey, stuur me gewoon later privé een mailtje van, we regelen even wat. Maar ontzettend blij mee. En voor mensen die NES games spelen. Ja, kijk man. Dan, ja. Zoek het eens een keer op. Want het is echt een heel tof systeem. Echt heel tof. Even op Vinted kijken. Nee, ik denk niet dat je hem daar vindt. Ah, jammer. En hij is er ook net weer. Van, door corona was een bepaalde chip die niet voorhanden was. Dus heel lang was hij niet leverbaar, omdat hij niet geproduceerd kon worden. En het is één man die dit produceert. Maar dat is echt zo'n geek-nerd die van allerlei dingen doet. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. En, terecht, man. Ja. Eigenlijk hij staat op Vinted, bro. No way. €280. Ja, precies. €280, ja. Ja, wel duur. En dan komt hij uit, waar komt hij weg? Ik zal even kijken waar komt hij vandaan. Frankrijk. Welke taal? Frankrijk of Italië? Ik zie hier... Of België. Het staat in het Engels, dus kan je het ook nog ergens zien? Waar het echt van... ja, kijk naar de naam. Naar verkoper misschien. Ja, NNSSXX. Nee, als je erop klikt, naar zijn profiel gaan. Frankrijk, ja yes. Frankrijk. Okay. Ja, man. Ja, dit is... Shit, maar wel prijzig, ja. Ja. Dus, maar ik kan het echt iedereen aanbevelen. Als je NES-games speelt en je bent diehard niet alleen verzamelaar, maar ook steeds gamer, dan is dit de console to have. Dat is wel erg tof, ja. Dus sowieso, dat is wel iets om over na te denken. Ja, je hebt al twee consoles in één. En ook nog regio shit. En ook al gewoon voor de app, weet je. Ja. Ja. Vet. Ja. Cool. Super. Cool ding. Ja, dat was hem. Cool. Nice. Loot, man. Vet. Hey, Retro Mies, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Let's go. Ik heb wat Mario goodies. Even kijken. Lekker man. Oh ja. Lidl. Ja, klopt wel, ja. Lidl inderdaad. Je kent Wally denk ik ook wel, hè? Hey, Lidl. Ook Lidl. Ongelooflijk, Lidl heeft opeens vette shit. Ja. Lidl is on. Kan ze ook met Star Wars dingen en zo. Ja, deze ken je vast wel, maar die had je net op plaats. Ja, precies, ja. Ik heb ze dan allemaal al. Kruidvatje. Dus ja, helemaal. Ja. Even kijken. Ik heb ook de big size. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Let's go. Welke versie was dat? Was dat de Iron Man zelf of de... Welke suit? Ja, dat is toch de mainstream suit. Ja, dat lijkt wel op de... Oh ja, de rood. Ja, rode. Rode. Dan heb ik deze ook. Andere kleurtje. Sick. En dit is dan de laatste van de Iron Man's. Nice. Aight. Lekker man. Ik heb hier nog wat. En je hebt nog wat loot. Ja. Hey, Mando. En The Child. Ja. Wie is dat? Yoda. Nee, Jar Jar Binks.
Ik vertik het nog om een baby Yoda te noemen. Ik heb nog wel PlayStation 2 games gevonden. Hey, Animaniacs. Ah, ja, ja. Animaniacs. Vet. Is dat een platformer of zo? Of wat is het? Nee! Crazy Frog. Vet! Dat is echt uit de... Daar moest je bij zijn om het te kennen. Hey, wie had hem niet op zijn telefoon dan? Hey, zeg. Hey, oh, dit is die Dragon. Ja, ja, ja. Ja. Bioshock. Bioshock. Hey. Ah, awesome. Nice, nice, nice. Oh, wel lekker physical, ja. Super. Ja, heerlijk. Heerlijk. Heb je die bij Black Friday ergens gefixt? Of, Nee, deze is via Marktplaats. Iemand vroeg er een tientje voor en er zat nog in de plastic. Oh, zo, so, relax. Hey, stil, man. Wat DSG. Yep. Vet, vet, vet. Mm-hmm. En Lingo. Met Lucille. Shit. No hey, way. De hey, man die vindt gewoon Lingo. Ja, kijk, deze games worden later gewoon rare, hè? Ja, ja, ja dat klopt. Maar. Ja. Anubis. Ja, maar jij bent gewoon je library gewoon aan het completen. Dat, ja, ja, dat is het. Dat is het, hè? Ja. Zie je cars en dat soort shit. Ja, ja. Ja, dat was. Ja, dat was het. Was nice. Lekker, man. Oké, dan. Oké, dan. Goeie shit, joh. Goeie shit, man. Oh ja, daar ben ik, hè. Dan gaan we naar de chatster. En, ja. Eigenlijk had ik zeg maar alleen maar Black Friday deals om te laten zien. En ik heb net eentje binnen laten komen, want ik zag Walter met een plushie. En dacht van, hé, hey, zaak? De plushie game is ineens aan. Je zo, oké. Dan ga ik ook maar bestellen. De starters van Paldea van Pokémon. En ik heb, dit zijn de, al mijn plusjes wat ik nu heb, zijn allemaal voor mijn kinderen gekocht. Allemaal. Ik begon er niet aan, maar luister, bij Comic-Con was ik op zoek naar deze. Coco, hé, hey, deze is zo schattig, ik weet niet man, hij is zo, hé, hey, hij is, hé, hey, schattig, maar hij was super duur. Deze zag ik dus voor fucking €25 daar liggen, ik dacht, oh man. Deze €12, dus dat was een veel betere deal. Dus gelijk gegrabbed. En ik heb nog maar 2 items, boys. Ja, van deze week een beetje magertjes bij mij. En het zijn allebei Black Friday deals. Ik heb deze gehad. Oh ja, Sonic. Ja, nice. Stars. Leuk, man. Komt die game niet goed of zo? Geen is het een beetje van slechte reviews? Van hij is nog niet zo heel lang uit. Nou ja, hij is echt pas uit. Ik heb hem gespeeld op die volgens mij oktober is hij uitgekomen. Ja, dat is wel leuk. Ja. Nu al een Black Friday deal, dat is wel een beetje teken aan de wand vaak. Nou, dat ja, denk ik niet hoor, want Street Fighter 6 was ook in... Die was ook, ja. Ook deze? Oh ja, deze. Ja, ja, ja. Ja, precies. Hij was ja, op zich wel een goede 6. Deal voor die... Is echt een goede deal. Jammer dat de rechter er niet is, want hij zou echt zeggen van ja man, gruwelijke deal. Ja. Als ik het vet geweest, had me helemaal overgehaald om deze game te halen. Maar toen kwam net AnimeCon, dus ik dacht van oh man, laat me geld bewaren voor AnimeCon. Maar ik heb nu ja, voor een mooie deal meegepikt. En dat was mijn loot weer, boys. Alright. Yes. Nice. Dus nou ja, laten we gelijk, iedereen heeft het er al over gehad. Eigenlijk iedereen heeft het al bijna uit zijn mond gegooid. Black Friday. Dat is ons volgende topic. Wat vonden wij daarvan? Weet dus... je, met Black Friday, het is sowieso, is het elk jaar, persoonlijk hè, vind ik het teleurstellend. Maar, physical dingen vind ik gewoon echt teleurstellend wat er wordt aangeboden. Ja. Maar als je digital gaat kijken, heb je echt hele goede deals. Ja, dat is wel ik heb waar. Wel met Black Friday, heb ik echt wel wat... wat digital deals kunnen krijgen. Maar daar gaat onze lootronde niet over. Dus jammer. Anders was het echt een hele lange lootronde geweest. Ja, ja, ja. Dus maar in ieder geval, kijk, digital zijn de deals echt wel heel nice. En wat me frustreert,
ik weet niet, dat is denk ik ook in Nederland. In Nederland vind ik ook eigenlijk altijd wel de deals meh. En als je dan kijkt in de States... Het is niet gewaagd of zo. Ja. Idee. Ja, maar weet je wat het denk ik ook is? Je hebt hier zo... Ik weet het niet zeker hoor, maar hier heb je dan de... qua gameshop, dedicated gameshop is dan... even kijken, Game Mania? Netgame. Ja, Netgame, maar als je dan gewoon echt physical... Ja, Netgame heeft ook gewoon shops als het goed is. Ja, volgens mij wel. Ja, maar... ja, en je hebt zeg maar... in waar ik in Den Haag ging naar... echt die speciaalzaken gameshops... die doen dus niet aan Black Friday, logisch. Want het die doen is nooit hun, aan deals. Die doen echt nooit aan deals. En dat begrijp ik best wel voor hè, dat soort... maar... ook als je kijkt naar Mediamarkt en naar een Bol. En het is gewoon echt teleurstellend gewoon. Wat ik gewoon zie. Om daarop in te haken, Rick, weet je wat mij een beetje irriteert en frustreert? Door de jaren heen is het inderdaad steeds meer dit, ja. Steeds minder wordt. En wat mij irriteert is, dat begint het al met Singles Day of iets dergelijks. Dan denk ik, wat is dit voor onzin? Loner Days. Ja, en dan heb je... Iedereen had je vroeger gewoon Classic Black Friday. En dan had je alleen op vrijdag had je de goede beste deals. En nu is het een beetje Black Friday ervoor. Week. Dus precies. Dat begrijp ik dus ook niet. Want dat snap ik. Van waarom, weet je, wat nou Black Friday? Ik vind het gewoon gierig. Want toen je hebt gewoon Black Friday en Cyber Monday. Dat weekend. Ja, dat Cyber gewoon... Monday had je er ook niet. Waarom is die er? Ja, meer uitmelken. Ja, oké, okay, maar tot daaraan toe, weet je wel. Want dat is iets wat al jaren, ook gewoon in de States heb je gewoon Black Friday en Cyber Monday. Maar Black Friday week, wat? En de deals zijn crap. Dus er zijn ook serieus, zijn er gewoon winkels die gewoon hun kaartje gewoon alleen maar veranderd hebben. That's it. En het prijs gewoon hetzelfde. Mensen stinken er gewoon in. Ja, ik zei nog tegen de chat, zei ik, hey, deze winkel die doet niet aan Black Friday, maar die doet aan Black Days. Ja, echt serieus. Iemand had gewoon Black Days als promotie. Dacht ik, oké. Oké. Maar ja, hey. Hé, hey, Takkie! Hebben we die gescoord? Hij heeft gewoon had je die hond al, of niet? Die had ik al, ja. Want dat is wel echt een German dog, hè? Ja. Dash hond. Ja. Vraag ook gewoon, had je die hond al? Black Friday, toch? Ik kan net binnenlopen, Walt. Die kan gewoon binnenlopen. Ja, Black Friday ook. Master, er mail binnengekomen. Ja man, ja, maar nee, goed, ja, Black Friday, man. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik zat echt te kijken van waar zijn die 5 euro deals, waar zijn die 10 euro deals. Die waren er bijna niet. Want die waren er gewoon echt niet. Ja. Het grappige is, ik heb net nog even in de app laten zien, dat terwijl ik net even een berichtje kreeg dat de sneeuw hier met bak uit de lucht naar beneden komt. Maar, wow. Ja, maar, nice. Gisteren kregen we folders binnen uit Duitsland hier. En daar zaten dus... dan is er ook nog eens Black Friday deals. Dat was bij de expert hier in Duitsland. Black Friday deals tot met 1 december. Ik denk, wat is dit voor onzin dan? Maar dan keek ik en dat was een PlayStation 5. Ik denk, is dat dan... wat voor versie is dit? Maar dat was met disc. En de gigabytes weet ik zo niet. Maar voor 399. Ik denk van, oh... Ja. Dat is al onder de 400. Ja. Kijk, daar zat ik op te wachten. Hier in Nederland. Dat die onder de 400 zou gaan. Dat is hier niet gebeurd. Nee. Zo'n bundel. Voor de Xbox was het dan wel. Dat je wel 399. En dat je die zonder disc voor 221. Hier in Duitsland bij de Mediamarkt. Daar heb ik nog over getwijfeld. Maar toen heb ik uiteindelijk deze boy maar gehaald. Vond ik toch iets beter. Ja, maar, snap ik. Die twijfel ik toch wel. Van, mijn zoon die wou hem dan wel vragen hebben. Maar ik denk, ja, ik ben meer een Xbox-man nu tegenwoordig. En dan denk ik van, ja, maar voor 3,99 zit geen game bij. Maar wel een controller en discversie. Mm-hmm. En PlayStation 4 games kun je erop spelen volgens mij. Dus ik heb zoiets van, ja. Ja. Ja.
Geen twijfel. Kijk, daarom collect ik al games van tevoren voor de PlayStation 5, zodat ik al meteen kan gamen. Want ik scoop ze ook gewoon op voor een tientje of zo, weet je. Denk, ja, ja dat... en kijk, en dat heb je nu wel, weet je, met die PS5. Dus ik hoef alleen maar te wachten. Ik vind het nog eigenlijk best wel snel gaat met de PS5, hoe snel je alleen het enige, games kan vinden. Het enige waar ik dan bang voor ben, is dat volgend jaar alleen maar de slim model misschien beschikbaar is. Yeah. En niet meer de gewone. Jawel, ik weet niet man. Of het zo snel gaat, maar... Nee joh, die gewone, die kan je dan... Daar halen we gewoon tweedehands. Ja, zo'n bedrag tweedehands vind ik lastig, man. Nee, maar tweedehands, je gaat geen 400... euro neerleggen voor een tweedehands PlayStation. Kijk, ik had echt geluk. Ik had echt geluk met de mijne. Ja, als je iemand kent, oké. Nee, maar ik kende die dude niet. Maar okay. Volgend jaar is het. Weet je, we zijn gewoon dan verder. En dan gaan ze ten eerste zullen ze hun stok kwijt willen raken. Sony. Ja, dat zou nog kunnen inderdaad. Weet je, dus dan gaan die fat models, die gaan dan zo... Tenminste, voordat dan de slim eventueel slim uitkomt. 825 gigabyte SSD. Oh ja, dat is de gewone... Ja. Disc versie, ja. Nou ja, de slim krijgt 1 terabyte dan. En daarnaast is het gewoon rond die periode gewoon op Vinted kijken... of op eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk bij je huis... zodat je gewoon physical kan ophalen... En dan zullen ze ook echt wel goedkoper worden. Ja. Ja, nee, we gaan het zien. Ik kan wachten. Ik heb genoeg games om te spelen, dus... Ja, precies. Ja. I can wait. En hoe zit het met Retro Mies? Heb jij nog wat specifiek opgepikt met Black Friday? Nee, niet echt. Ik heb dit jaar niet echt... Nee, ik heb me niet echt ermee bezig gehouden dit jaar. Er was ook gewoon geen hype voor bij jou... Nee, dat is mooi dat Mies het zegt, want ik was het ook echt bijna vergeten. Hè? Het is voor mij zei chat iets daarover. En toen voor mij zei ik van, oh shit, ik ben gewoon helemaal vergeten. En ik wist wel van dat Frasuman zei over die Uncharted. Want die wilde ik nog wel hebben voor de PS5. En toen dacht ik, oh, toen zei voor mijn chat, zei dat nog op de app. En toen dacht ik van, oh, helemaal vergeten man. Gelijk even checken wat ik nou precies wilde hebben. En toen dacht ik, oh ja, die wil ik wel hebben. En toen... was ik nog eventjes digital shit aan het halen. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Wat Chet ook al zei. Wij hebben onze Black Friday al gehad. Omdat de Game Mania een paar weken ervoor... ging ineens rare stunts uit. Rare Fransen, ja precies. Ja, en ik snap dat waarom ze dat dan nu niet hebben gedaan. Waarom wachten ze niet tot nu? Want nu heb je al die hype van Black Friday. Ze hadden dus die money nodig. Of, Denk het. Hadden ze nog leuke deals trouwens, Game Mania, nu met Black Friday... Nee, ik eigenlijk dezelfde. Eigenlijk iedereen had dezelfde. De Game Mania, Netgame, iedereen had Sonic Superstars voor 35, Street Fighter voor 35. Iedereen ging gewoon dezelfde prijzen handelen. Ja, en ik vind het ook gewoon hinderlijk bij Game Mania van als het Black Friday is en dat je dan ook gewoon de game in de winkel moet halen. Van je kan het ook gewoon opsturen. Freaking fuck is dat? Weet je waarom is dat ook zo moeilijk? Ja. Kom halen, we willen jou zien. Ja. Kom hier, pretty boy. Dan laat ik die shit maar lekker gewoon liggen. Ja, nou, en nu Sebastian eigenlijk niet is, de deals van Intertoys waren ook crap. Waren ook crap, ja, dat klopt. Ja, Sebastian was ergens, man. Crappy deals. Shit. Ja. Hey, wel adventkalender erbij, hè? Hè? Oh, ja, oh, dat dan weer wel, ja, dat is exclusive. Ja. Nee, maar... Ik denk... Iedereen heeft er ook over Black Friday, om een voorbeeld te geven. Ze doen allemaal alsof het geweldig is... Hier aan de gegeven. Zelfs een brillenzaak die op Black Friday. En denk van, doe normaal gek. Weet je wel, doe normaal. Als ik een bril nodig heb, ga ik naar de winkel toe. Ik ga niet op Black Friday een bril halen. Doe even normaal. En bij de Mediamarkt hier, daar dan wel een goede deal met die Xbox voor 221. Ik denk van, oké. Okay. Maar met een physical kapje erbij uit, hoor. Ja. Ja, wel idioot is dat niet. Dus... Nee, maar we hadden ook hier bijvoorbeeld, dat vond ik echt oplichting. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Over die rip-off deals op Black Friday. De concurrent, die hadden ze hier liggen. Foto die je 699 of zo. Terwijl ik zie bij Bol.com in Nederland voor 5,99 zag. Ja, ongelooflijk. Ja, je moet ook opletten, maar.
Ja. Dat moet echt verboden worden, vind ik hoor. Dat echt, die rip-off deals, dat moet echt... Ja, er kwamen ook wel nieuwsberichten naar buiten inderdaad, dat ze in Nederland ook een beetje daar iets tegen moeten gaan doen. Mensen gaan allemaal shit kopen die eigenlijk niet per se... Het zijn vaak gewoon fake deals. Ja. Maar mensen denken dat ze die shit nodig hebben, maar ze hebben die shit niet nodig. En dan zijn ze vaak ook... crappy producten en dan kopen ze het in een opwelling en dan gaat het kapot en dan moeten ze het weer weggooien. Dus dat effect krijg je ook, weet je. Dus daar willen ze misschien toch naar gaan kijken ook wel. Wat een beetje te temperen of zo. Snap ik ook. Ja, als mensen shit op impuls kopen, dat is nog te draad. Hoe ze denken van dat doen de consumenten zelf. Dat doen mensen zelf. Dat doe je zelf, ja. Dat klopt. Alleen wat mij voornamelijk irriteert. Is dan van die nepdeals, weet je wel? Dat je nu PlayStation 5 in de winkel ziet liggen van... Nu, voor €600, Black Friday deal. Ja, ja, ja. Die shit, ja. En dat is zo'n Joe Schmo, die zegt, oh, wat, €600, flex. Uiteindelijk dacht ik van, waar is het niet gewoon €600? Daar moeten ze gewoon paal en perk aan stellen, want dat kan gewoon echt niet. Dat is gewoon mensen oplichten. Dan kun je ook zeggen van, mensen die moeten zelf beter gaan... zoeken, zeg maar, of de goede, dat kun je natuurlijk ook wel zeggen, maar dat gaat echt te ver. Ja. Klopt, maar ja, wij tracken die shit gewoon altijd en er zijn natuurlijk gewoon mensen van, oh, ik heb nog een cadeau nodig voor mijn kiddo, maar ik kijk nooit. Dus ik loop nu die winkel in, hij is nu in aanbieding, let's go. Die weten gewoon niet beter. Die weten gewoon niet beter, ja. Dus, ja. En er zijn heel veel mensen van dat, hè? Ja, we zijn niet allemaal gamers. Ik zou maar een van die jochies wezen die straks met Sinterklaas of met de kerstdagen zo'n cadeau krijgt. Oh, een Xbox met FIFA erbij. Ja. Oh, waar moet ik hem in stoppen? Oh, er is geen disc. Oh, nou, jammer dan. Ik was echt teruggegaan naar de winkel hoor. Ik had echt gezegd... Ja, van wat is dat voor stront? Ik ga kijken ook of ik dat kon vinden. Misschien ook kijken of ik die bundel zag liggen, maar helaas niet, anders had ik wel even gelachen. Nee, ik denk eigenlijk dat er zo'n, dat zie je wel vaker, dat had je toen ook in Groningen, toen kwam die nieuwe Zelda game, Breath of the Wild, die kwam uit, maar die hadden ze echt, die hebben ze natuurlijk nog wel binnen, maar die werd op vrijdag pas verkocht. En in Groningen lag die toen die woensdag al bij de Mediamarkt. En wat was het verhaal daarachter? Even zo'n overgeijverige stagiaire die zichzelf even wou bewijzen, zo van... Ik breng Hij wilde die game gewoon zo snel mogelijk spelen. Van weet je wat ik doe alsof het niet te koop is? Dan neem ik hem gelijk mee. dat was serieus het verhaal erachter. Die mochten, dat was gewoon een. Hoe noem je dat? Hij mocht niet voor die datum verkocht worden. Maar er was echt een overijverige stagiaire daar. En die dacht van, dit staat er nog, dat moet ik binnenkort de winkel in. Oh, dat doe ik alvast even, ik zal mezelf even bewijzen. Ik denk dat dit net zoiets is. Een stagiaire die iets probeert met zo'n bundel erbij, of weet ik veel. Of ze weten gewoon überhaupt niet wat ze verkopen, dat sluit ik ook niet uit. Nee, man. Hey, maar wat is jullie laatste goede Black Friday geweest? Denk je echt 4 jaar geleden misschien wel zo, ik weet niet meer. Dat is jaren geleden, toen heb ik een 2DS gekocht bij bol.com. En die was toen, heb ik trouwens niet eens naar gekeken, bol.com dit jaar met Black Friday deals. Maar die had ik toen echt super cheap, die was net iets boven de €100 of zo. Dat was echt een hele goede deal. Ik had geen 3DS, maar 2DS, die was dan in aanbieding. Dus dat is gewoon, wow, dat is echt een goede deal. En ik heb destijds voor een paar jaar terug een PlayStation 4 Pro nog gekocht. Ook echt super goedkoop, €100 goedkoper in één keer. Maar dat was in Duitsland, daar was een goede deal. Ja, precies. Maar sindsdien is het... Nee. Hmm. Nou, mijn laatste goede Black Friday was ook jaar, toen ik nog in Den Haag woonde. En dat was echt, believe it or not, was bij Game Mania. Maar toen hadden ze nog cadeaubonnen voor meer, weet je wel. Voor niet meer dan of meer dan €5. Tegenwoordig, als je je punt hebt gespaard, dan krijg je maar €5. Oh ja, dat met je bonnetje zegt. Toen de tijd was je een bonnetje, maar dan kon je ze gewoon echt opsparen. Zo jongen, ik ging Black Friday ging ik loesoe.
Want ik had ook shit, had ik ook gewoon verkocht, weet je wel. En ja, maar gewoon echt oude crappy games. Dus van, weet je wat, hier, maak er maar een bon van, weet je. Dan spaar ik het op. En Black Friday, woehoe! Ik ging helemaal ik ging helemaal los daar, jongen. En toen had je ook echt, dat was nog de tijd dat Diablo 3 op de Switch kwam. Want ik weet nog, die game die wilde ik sowieso hebben, maar ik wachtte op Black Friday, want ik wist zeker dat die met Black Friday gewoon minder zou kosten. En ik had dikke bonnen. Nou, jongen, ik had stapels games, gek. Master. En de laatste wat ik wil zeggen hierover, over die Black Friday deal, en dat is echt een stukje, ja, cultuur, hè? Ja, heel hard. Cultuur beschermen en dit en nu we het daarover hebben. Voor jaren terug zeg ik nog dat duwerijen, mensen met elkaar vechten en de winkel. Ja. Waar is dat gebleven? Ik heb gezocht. Ja, maar nee, maar die shit die zie je dus niet echt in Nederland. Daar zijn Nederlanders daar te nuchter voor. Echt waar. En Black Friday is eigenlijk voor mij niet eens zo lang in Nederland. Nee, maar moet je eens luisteren. Als daar een PlayStation 5 voor €50 ligt bij de netgame, moet je eens kijken hoe wild dat wordt. Ja, dan wordt het wel wild, ja. Dat denk ik wel. Die deals zie je alleen in Amerika. En voor de rest klopt. Is hier... Nee, het enige voorbeeld wat ik daarvan kan geven, Vlieman, is dat ze hier bij mij in de mall gingen ze de mediamarkt openen of zo. En toen hadden ze ineens het hele geniale idee om JBL draadloze oordopjes weg te geven als je daar naar binnen ging of zo. Weet ik veel wat je moest doen. Ja. Maar ja, die dingen die zijn echt, die waren echt like €100 of zo. Hè. Dus best wel. JBL is best wel een goed merk op zich. Ja, het is hartstikke goed merk, ja, JBL. Nou, en toen dat naar buiten kwam, toen ging het wel even loose, hoor. Zo. Ja, mensen gingen er echt om 4 uur, 5 uur... Free stuff. In de ochtend gingen ze daar naartoe. En dat was echt gewoon vechten met dranghekken. Ja. En dat kwam helemaal in het nieuws ook. Dat het helemaal fout ging. Ik weet niet, de laatste keer dat ik zoiets had meegemaakt dat gasten naar binnen renden, dat was toen ik met Fraserman de Nintendo Switch ging kopen. Toen die net uit was. Weet je wat het mooiste was? Dat was in Den Haag en wij stonden daar te wachten. En de deur gaat open en iedereen stormt naar binnen. En ik en Fraserman, wij liepen gewoon echt serieus als twee pampeloelies, liepen gewoon chill naar boven, naar de gameafdeling. En al die dudes, die kochten toen een PS4, omdat die toen afgeprijsd was. Maar die dag kwam de Nintendo Switch uit. Want Sony dacht van, hey, what the fuck, al die gasten gaan een Switch kopen. Dus ik prijs mijn shit af, zodat mensen die mijn PlayStation kunnen komen halen. Dus al die gasten daarheen. En wij komen daar naar binnen van, nou, wij hadden toen al bij de Bart Smit onze Switch gekocht. Maar wij wilden alleen naar binnen voor Pro Controllers en dat soort shit. En echt niemand was daar, gek. Super flex. Dus wij lopen erheen. Wij pakken onze shit. En ik had uiteindelijk... Dus voor mij had ik de laatste Pro Controller had ik gepakt. En toen kwam iemand zo heel rustig aanlopen. Ik keek zo. Oh, ze zijn op. En ik had dit dingen wat. Flex. Maar iedereen ging bij die PlayStation dingen daar zo voor die aanbiedingen. En wij gingen gewoon lekker voor onze Switch... Shit, maar die gasten waren ook helemaal loose. Die renden dus ook echt de trap op en dat soort dingen. En echt, Sebastian en ik waren gewoon super chill. We waren daarvoor eerst langs de Bart Smit geweest. Toen we nog, of nee, Intertoys, want toen was het al Intertoys. Ja. Maar dat was echt de enige keer dat ik het echt, zeg maar, een soort van loose heb meegemaakt. Maar, en dat was niet eens Black Friday. Weet je wel. It was a regular day. Regular day. Het was wel een bruggetje voor chat. Want slechte Black Friday deals of rip-off deals, dat zogenaamd iets goedkoper is dat. PlayStation wordt er ook van beschuldigd. Rip-off, maar dan van de klanten. En een lawsuit naar de broek. Hé, dat is een volgende topic, man. Ja, dat bedoel ik. Dat is echt een bruggetje. Is een bruggetje. Ja, ik was even bezig met voetbal kijken, man. Oké, je zei bruggetje. Okay. Fijn dat je speelt, man. Maar in ieder geval, ja, klopt. Het is echt erg. Hebben jullie het een beetje meegekregen? Sony wordt aangeklaagd dus door... Ja. Nee, ik heb het niet meegekregen, maar... Hey, terecht, man. Maar Sony zei, ja, het gaat never nooit gebeuren. Maar ze hebben gewoon groen licht gekregen. Het gaat komen, maar ja. Dat duurt nog wel jaren. Je zegt wel, Chet, het gaat niet gebeuren. Maar ik heb het even in verdiend. Ik heb even gelezen van hoe het nou precies zit. En ten eerste... Hulde voor de UK, even een bescheiden applausje. Jawel. Dat zijn dezelfde organisatie die
Microsoft heeft aangepakt. En voor de rechter. Oh heeft... ja, ja. Dat zijn niet meer zo die Medal of Honor. Nee, hoe heet die? Die Call of Duty games en alles mochten overnemen. Dus ja, diezelfde groepering, diezelfde organisatie, die zit ook hierachter. En die spreekt vooral namens Britse klanten. Van zij zeggen van. Er is geen concurrentie op het platform van PlayStation. Maar de ontwikkelaars moeten wel 30% afdragen. Dus dat is eigenlijk zo van monopolie en nou, vervalsing richting de klanten. En daarvoor klagen we jullie aan. En er is al een oudere zaak, wat ik zo snel hoorde, vanaf 2022. Dus niet meer van dit jaar, maar van het paar jaar terug. En ik, ja, ja ik, kan niet, ik heb geen glazen bol. Maar die andere rechtszaak hebben ze ook gewonnen. Tegenover Microsoft. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat ze deze zaak verliezen, PlayStation. En dan hebben ze een serieus probleem. Want het is geen miljoenen, het zijn biljoenen. En dan heb je toch erover dat je hele shop over de kop moet. Want dat dacht ik wel. Dan denk ik van, oké, je klaagt ze aan. Omdat zij klanten benadelen. Dan denk ik van, ja, dat is prima. Maar als je die rechtszaak wint, hoe zie je dat voor over? Bij niks. Ja, precies. Dan, omdat dat... Ja. Dus daar heb ik nog wel mijn vraagtekens bij. Dan denk ik van, okay. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat Sony dan doen? Dat is de echte vraag. Dan brengen ze nog een handheld uit. Dat is weer een nieuwe, ja. Ja. Ja, nee, maar wat vinden jullie ervan, zeg maar, dat Sony wordt aangepakt? Of wat vinden jullie hiervan? Hey, iedereen die malafide praktijkjes met ons gamers uithaalt, ja... Moet gewoon aangepakt worden. Of het nou Sony is of Nintendo. Nee, we willen niet de dupe zijn, nee. Nee, man. Want ik luister, schrik wel dood van die prijzen van de games af en toe, denk ik. Ja, wow, precies. Shit, wij zijn hardwerkende mensen. We hebben niet altijd tijd om te gamen, maar we kopen jullie games wel, ja. Yes. En, zonder te spelen. Ja, precies. En dan spelen we ze niet eens. Maar jullie naaien ons in de process. Fuckers. Ja. Weet je, en dan kom je van, ja, en de games worden duurder, development, en uiteindelijk zijn de games gewoon kaka ook nog. Vol met patches, en weet ik wat allemaal. Ja. Deze rechtszaak, Rick, die drijft voornamelijk op het feit dat zij te veel geld in rekening brengen voor namen met publishers, die dat doorberekenen in prijs, dus het gaat met name om de e-shop, waarom zij voor de rechter worden gedaagd. Enigszins wel terecht, van ze hebben wel een soort van monopolie in die zin dat die bedrijven. Neem een beetje denken aan die rechtszaak met die populaire shooter. Die was toen ook in één keer van Fortnite. Daar deed me een beetje aan denken. En die, die Apple PUBG. Ja, juist. Dat was PUBG, ja. Ja, maar ik had wel zoiets van: oké, misschien terecht, dan moet een rechter maar oordelen. Maar aan de andere kant. Waarom sleept die organisatie juist dan Sony voor de rechter en niet Valve bijvoorbeeld van Steam en niet Nintendo met een e-shop en niet Xbox? Want in principe komt het allemaal, nou Xbox heeft misschien een ander systeem, maar in principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Zij beheren hun eigen shop en daar is geen concurrentie op de prijzen, want er is hun digitale domein. Dus Heel zwart gezien, denk ik dat ze wel een zaak hebben. Zal het tot beschikking komen, zo gaat het vaak. Ah, precies. Ja, maar wat ik dan voornamelijk interessant vind is, wat eis je dan als partij, zeg maar? Dat die hele e-shop openbaar wordt? Dat vind ik een beetje een vreemd verhaal. Ik denk dat ze gaan eisen dat alles physical moet worden. Ja, alles physical, €150. Ja, ik ben gek geworden. Niks digital meer, gewoon weer physical. Nou ja, nu je het daarover gaat, over oplichting wat dat betreft. Ik zag een niet nader te noemen website, laat ik het zo maar zeggen. Daar laat ik me even indekken. Een niet nader te noemen website. En die daar heb ik me ingeschreven, dus ik krijg de nieuwsbrief. En daar hadden ze een bepaalde game liggen. En die was fysiek voor de Xbox en fysiek voor de PlayStation voor €49,95. En het was met downloadcode in een box voor de Nintendo Switch voor €49,95. Ik denk van, dat is oplichting. Ja, dat precies. Dat is gewoon loos. Ja. Ja, dat is zo stupid, ja. Ja, ik heb er zeker best betaald voor, maar dat is wel oplichting.
Van je vraagt kan niet voor hetzelfde product wat fysiek is en digitaal hetzelfde prijs vragen, vind ik. Okay, ja, maar... ik denk dat dat gewoon niet meer uitmaakt. Want als jij naar een e-shop of een PlayStation Store gaat, dan zijn die prijzen ook hetzelfde als de physical prijzen. Dus ja. Ja, ik vind dat ook gek, maar dat is zo veranderd dat het gewoon een soort gestandaardiseerd is. En ja, ik vind het ook heel krom. Maar goed, mensen kopen het en maakt het ook blijkbaar niet zoveel meer uit. Dus zolang het dan op die hoes staat van dit is een digitale code, then it's okay, I guess. Weet je wel? Ja. En dan kies je zelf maar lekker of je hem fysiek wil of digitaal. Nou, ik zou altijd fysiek halen. Maar daar is niet echt iets aan te doen nog, volgens mij. Maar ja, wat betreft on topic van de lawsuit. Sony heeft geprobeerd om het te verwerpen. Maar daar schijnen ze niet mee akkoord te zijn, de rechterlijke macht in de UK. En die heeft gezegd, nee, de rechtszaak gaat wel door. Dus er komt echt wel een rechtszaak. En we zullen het zien. Wat was dat? Mic check. Het was hem niet te staan. Oké. Wat de hel was dat, joh? Maar goed. Continue. Ja, continue. Nee, maar dat is eigenlijk het plaatje tot nu. Het wordt een rechtszaak. Het gaat om heel veel geld. En als Sony verliest, heeft het echt hele grote gevolgen. Niet voor Sony als bedrijf, ze zullen het wel overleven. Maar voor de hele gamesindustrie denk ik dat dat wel een dingetje wordt. En wat dat betreft is het hopen voor de consument dat Sony hem verliest. Niet dat ik iets tegen Sony heb. Maar een openbare markt is ten alle tijde gunstig voor de consument. En ze hebben wel een punt. Maar in de zin dan dat er geen concurrentie plaatsvindt in de e-shops. En dat je dus een kunstmatige prijs hebt. Vandaar draait het eigenlijk om. Maar... ja, wat is het alternatief dan? Hoe zien ze dat voor zich? En daar hoor je ook niks van. Dus, ja, nog niks. Nee, nog niks. Ja. Dus ja, ik had het ook. We gaan het zien, jongens. Wordt vervolgd. We gaan verder, man. Ik denk het wel, ja. Ja. Killer Instinct krijgt een reboot met een gratis versie. Dus het is de anniversary van Killer Instinct. En dan, het wordt aangepakt, wat ik niet, zo heb ik het eigenlijk nooit eerder gezien. Correct me if I'm wrong, in ieder geval ik. Misschien hebben jullie dat wel gezien, maar er komt dus ook een gratis versie. En dan kan je volgens mij alleen dan krijg je volgens mij één extra character gratis erbij. Maar de betaalde versie, die krijgt dus alle characters gelijk erin. En als je de game al hebt, dan... Wat zeg je? Dit was al zo bij die oude versie. Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. Ja, toen kregen ook maar een paar gratis. En dan later... Oké. Die oude versie, die had mijn zoon dit een keer gedownload op de Xbox. En daar waar kon je ook maar met een paar characters spelen. En de rest die kon je dan alleen krijgen als je de volledige game kocht. Dat vond ik ook een beetje... En nu heb je hem volgens mij gratis op Game Pass. Ja. Nou ja, iemand de Anniversary Edition die gaat volgens mij $30 kiezen. Wacht, laat me het even erbij pakken. Killer Instinct is wel vet. Ja, bevat alle 29 characters en premium content. Terwijl de gratis versie 1 gratis vechter biedt die wekelijks wisselt. Oké, dat is het. Wekelijks wordt weer... Ja, dat is kaka, man. Oh. Ja, dat is raar toch? Sure. Ja, dus dit heb ik nog nooit gezien. De beschikbare modi in deze versie zijn singleplayer, lokale multiplayer en online ranked. Daarnaast worden verschillende tweaks en balans doorgevoerd. En de Killer Instinct, de Definitive Edition, die is al uit, toch? Daar hebben we het over, toch? Die is al uit voor ons. Even kijken. Oh ja, de versie dat die... Op... Ja, dat staat hier ook, die op dit moment nu beschikbaar is. Zal straks vervangen worden door de Anniversary Edition. Eigenaren van de huidige editie krijgen een gratis upgrade naar de nieuwste versie. Een speciale app met interviews met ontwikkelaars en standalone versies van Killer Instinct 1 en 2. Alleen beschikbaar in de huidige versie. Maakt onderdeel uit van nieuwe editie, bla 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 bla. Dus op zich... Correct me if I'm wrong, maar Killer Instinct 1
had toen hij uitkwam echt wel een fanbase. Kwam in de arcade uit op de Super Nintendo. Dat was echt wel een dingetje. Je had de cd erbij. Toen kwam Killer Instinct 2 uit in de arcade. Dat is toen gepoord min of meer naar Killer Instinct Gold voor de Nintendo 64. Ja. Super toen vet trouwens. Beetje minder. Ja. Ook met wipe en alles. Daarna is het met Rare overgegaan naar de Xbox. En ik snap niet echt dat we hier een ding van moeten maken, zeg maar. Ik weet niet hoe die fanbase is, maar die schat ik niet zo in als met Mortal Kombat en Street Fighter. Er zit te veel tijd tussen, man. Ja. Ja, er zit echt te veel tijd tussen. Het is niet relevant daardoor. Dat bedoel ik. Ja, nou ja, ik weet niet hoe die fanbase is. Ik bedoel, ik ben niet de moderne gamer. Dat kunnen jullie meer inschatten hoe dat gespeeld wordt vandaag online. Maar ik sta die fanbase niet zo groot in als Mortal Kombat en Street Fighter. Nee, kijk, ik zal een voorbeeld geven. Tekken is nogal relevant. Street Fighter is ook super relevant. Soul Calibur wat minder. Die heeft 6 delen. Maar daar zie je het ook al een beetje aan. Is Dead ook or Alive. Minder relevant. Dead or Alive is ook niet meer zo relevant, inderdaad. Maar dat komt gewoon echt omdat het gewoon te weinig delen heeft. Kijk, Street Fighter heeft fucking veel spin-offs en die heeft gewoon elke editie hebben ze 3 versies of zo. Allemaal crossovers. Ja, Mortal Kombat lijkt wel alsof ze elk jaar een game hebben gedaan tot nu. Ja, precies. Call of Duty van de fighting games. Ja, maar Tekken is ook gewoon altijd wel lekker bezig geweest. Die zijn ook bij deel 8. Een Killer Instinct met 3 delen, denk ik, ja. Dat is wel een beetje... Dat verwatert gewoon, joh. Ja, zeker. Het is en het blijft vet, maar ik denk dat de fanbase een beetje weg is daardoor. Want er zijn genoeg andere fighters. De fanbase zijn gegaan naar andere games, man. Het is, ja, kijk, ja, weet je, volgens mij de fanbase... Volgens mij, wij zijn de fanbase. Oh ja, het is vet, ja, man. Ja, ik van vroeger. Ja. Vet. Dat is nu de fanbase. De soundtrack al gewoon. Die CD is hard, hoor. Ja, hey. Vet, man. Maar het enige wat, of iets wat me direct binnenschoot toen ik dit hoorde, dit bericht, is: waarom maak je nou weer zoiets? Terwijl, als voorbeeld, dan maak je weer iets, zo'n anniversary pack. Maar neem bijvoorbeeld Primal Rage. Ik weet niet of die fighter nog kent. Ja, ken ik, ja, Primal Rage. Primal Rage 1 kwam in de arcade uit. En Primal Rage 2 is een hele leuke documentaire van op te vinden op YouTube. Daar hebben ze aan gewerkt. Was bijna klaar. Dat was met dinosaurussen en met mensen. Dat konden ze morfen en zo wat. Die game is nooit uitgekomen. Er bestaan 1 of 2 arcadekasten van. Die staan in Chicago. In het grootste arcade museum wat er is. Daar kun je spelen. De board. Denk ik van... Zo'n game, die game schijnt ook niet goed te werken op emulatie. Zo'n game die schreeuwt er gewoon om opnieuw uitgebracht te worden. Fresh update voor een nieuwe generatie. He, dat denk ik van ja, dan breng je iets naar het publiek. En dan krijg je weer een anniversary edition. En ik word onder andere echt heel erg moe van. Ik kan het verschil ook nauwelijks onderscheiden van remake, remaster, anniversary. Maak gewoon een nieuw deel met een nieuwe gimmick en dat het weer vet en fresh is. Dat. Ja, maar dus als ik het goed begrijp, deze Killer Instinct is eigenlijk gewoon Killer Instinct die we kennen van de Xbox One. Maar die wordt dus, het is een reboot. Dat moet ik dus, ja toch? Of is het geen reboot? Is het gewoon mooier gemaakt of iets dergelijks? Nee, het is volgens mij gewoon eigenlijk dezelfde game en ze noemen het nu de Anniversary Edition. Dus, what's the freaking point? Ja, dus nogmaals, dit is speciaal. Daarom zei ik tegen jullie van, volgens mij heb ik dit nog nooit meegemaakt bij een game. want ja, ik weet je, een gratis versie die met de character... Hey. Het kan ook gewoon zo zijn, hè, chat, dat ze wel gewoon plannen hebben met deze franchise, dat wel. Want de game is echt wel tof. We hebben het niet alleen over die oude, maar ook deze. Deze is ook echt wel tof. En het zou zo gewoon kunnen zijn dat ze wel plannen hebben om verder met die franchise te gaan, maar ze doen gewoon van, oké, weet je wat?
We pleuren het gewoon even, weer even nieuw leven in te wakkeren door wat de hype is dus nog te doen. Kijk wat de hype is. Er gooit uiteindelijk wat je zegt van nou, gratis versie. Want er zijn toch altijd wel mensen, en vooral nu weer een nieuwe generatie. Want hoe lang geleden was de laatste keer dat deze game echt uitkwam? Dat was volgens mij voordat de Switch uitkwam. 7 jaar geleden. In 97 deel 2. En dan de... Nee, maar we hebben het over deze. Oh, 2003, 4? Zoiets, ja. Nou, hier. Dat is al een decade ago. Maar weet je, nou, laat zo zeggen, zeker 7 jaar zeker. Dat was een launchtitel voor de Xbox One, volgens mij. Ja. Launchtitel, ah, oké. Okay. Ja. Sick. Ja, dus het is best wel een tijd... Het is best wel een tijd geleden. En kijk, het wordt volgens mij wordt het wel gewoon nog steeds gespeeld. Ik weet ook niet wat de community van die game, wat ze doen. Of het, want het nou ja, laten we zeggen 13 jaar geleden. Nou, 13 jaar geleden is best wel lang. En ja. Weet je, die game heeft echt wel gewoon potentie, weet je wel. En je ziet het ook, want tegenwoordig komen wel weer de fighting games, die komen wel weer goed achter, of aardig, ja, achter elkaar uit. Killer Instinct had, net als wat je zegt, Nick, had deze game wel potentie en heeft nog steeds potentie. En dat vind ik met name door de characters. Als juist. Je bijvoorbeeld Street Fighter had en Mortal Kombat, en daar zijn heel veel spin-offs van geweest, maar die hadden hun eigen characters. En Killer Instinct met die skelet, die vuurgast, die glacier, ja. Gradius, noem ze allemaal maar op. Dat was echt een eigen groep mensen. Die, juist. Het was niet zo random. In er zijn fighters, nee. Er zijn ontzettend veel fighters geweest. Maar deze was echt gewoon, ja, oké. Okay. Ja, het was met deze game was het ook gewoon van, ja, toen de tijd had je de Street Fighters van deze wereld. Met de special moves en weet ik wat allemaal. Street Fighters zal er nooit uitgaan. Street Fighters is gewoon awesome. Hoe je het ook went of keert. De characters zijn iconisch. Je kent ze altijd van vroeger. Je weet het precies. En dan heb je uiteindelijk Mortal Kombat. De eerste keer dat Mortal Kombat kwam van, wow, the fuck, wat is dit, man? Mensen die worden hun hoofd afgeslagen, de hart eruit gerukt. Wat is dit? En de captures was natuurlijk ook echte mensen. En het zou best wel makkelijk geweest zijn om wat ze tegenwoordig ook doen. Van één iemand doet het, dus we kopiëren het. Maar dat heeft dus de Rare, want als het goed is was het Rare van Killer Instinct. Die heeft dat niet gedaan. Want die game in de arcade is gewoon heel vet. Het zag er uit alsof je met de CGI-filmpjes aan het spelen was. Want zo zag het eruit. En dan in plaats van de finishing moves die de Mortal Kombat had, had je dus de badass combo's. En die combo's die werden op een gegeven moment, als het een finishing move werd, die werden ook echt goed ingezoomd. En dan ging het echt... Weet je, dat soort shit. En dat wilde je halen. En dat was een soort van hoe we tegenwoordig de achievements hebben, weet je. En dat was echt een achievement. Als je dus de ultra combo had. En de finishers die konden echt tot een normale finisher zijn. Of een weet ik veel hoeveel hit combo. En dan bleef die doorgaan. En dat soort dingen was dan weer super hype. In plaats van gewoon een killer move die je al een keertje hebt gezien van Scorpion of weet je. Ja. Maar ik weet niet, en dat vind ik dus wel heel jammer, want na dus hij komt dan uiteindelijk op de Super Nintendo kwam die uit, en dan uiteindelijk op de Nintendo 64, wat je zei. En ik vond van de Nintendo 64, de Gold, vond ik echt wel tof. Weet je wel, nieuwe characters, je had die barbaar erbij, die had op zich nog best wel coole combo's. Maar daarna weet ik niet wat er met die game is gebeurd. 96 en dan staat hier 2013. Een onwijs time gap, dus, come on. En ik weet nog, want toen die van 2013, dat die toen uitkwam, toen was ik gedeeltelijk hype. Waarom ik gedeeltelijk hype was, want ten eerste, ik was altijd gewend om Killer Instinct op een Nintendo console te spelen, of in de arcade, of het was op Nintendo. Maar Rare was weg, dus dan moest ik het op een andere console doen. Killer Instinct vond ik vet, maar ik had geen Xbox One. En ik was ook helemaal niet van plan om een Xbox One te halen, want ik vond Microsoft consoles whack. Weet je wel? Ja, heel simpel. Ja, een andere console, dat maakt wel uit. Want je zou dan natuurlijk wachten, hij komt naar de GameCube, hij komt naar de Wii. Ja. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Maar hij is ook niet naar de 360 gekomen. Hij is pas bij de Xbox One
Ja, als je boven Xbox water komen. En je kon hem op drijven. De PC. Klopt. Ja. En ik had hem persoonlijk zelf, had ik hem dan van, weet je wat, ik ga geen Xbox One kopen. Want ik zag toen sowieso de point niet om een Xbox One te kopen, want dezelfde games kwamen toen ook gewoon op de PC. En ik had gewoon een prima PC, dus ik popte gewoon mijn controller in mijn PC en ik speelde Killer Instinct daar wel. Ja, maar weet je wat het punt is? De andere fighters zijn wel multiplatform gegaan. Ja. Dus zelfs Tekken ook. Ja, dat klopt. Van fucking PlayStation afgestapt naar Xbox 360 gegaan. En daar ook nu gebleven, weet je. PC, PlayStation. Ja, maar oké, maar dat waren third-party developers. En Rare is geen third-party developer. Dat klopt, maar ja, nu zie je, er is gewoon geen, er is bijna niks van over. En dan doen ze even een anniversary, doen ze dan even om het een beetje, hé, we zijn er nog, maar zijn ze er nog echt? Als Microsoft slim is, gaan ze gewoon weer vriendje met Nintendo spelen van, hé, luister, jullie zoeken, weet je, jullie krijgen de Mortal Kombat van deze wereld. We hebben nog steeds geen goede Street Fighter, tenminste die old school Street Fighters heb je op de Nintendo Switch, prima. Maar als de Nintendo zometeen met een nieuwe console komt, zou ik zeggen van hey, Microsoft, Nintendo, let's kiss, hug, mix shit up, laten we die Killer Instinct, laten we die samen, of whatever, wij maken hem en we laten hem ook op de Nintendo Switch komen. So. Er zijn echt wel mensen die gewoon on the go. Als ik ervan uitga dat Nintendo ook weer een hybrid console gaat maken, dat je on the go gewoon Killer Instinct speelt, weet je? Met je mattie naast je. Ik heb een beetje het idee dat fighters. Je koopt niet een console voor een fighter, heb ik het idee. Nee. Ik weet ook niet of er heel veel verschil zit tussen productiekosten. Van een shooter en een fighter en een platformer. Weet ik ook niet. Goeie. Interessant. Nee, vanuit dat oogpunt denk ik van ja, weet je, Killer Instinct, ja. Ik zie liever Primal Rage 2 of ik zie liever Eternal Champions. Dus maar niet veel mensen wat zeggen. Maar van Sega, die zou ik bijvoorbeeld liever terugzien dan Killer Instinct. En dan moet ik ook heel graag. Dat deel 3, deel 1 en deel 2 van Killer Instinct lagen nog wel vaak bij elkaar. Deel 3 was toch wel een beetje vreemde eenden erbij. Dat was toch wel heel anders dan deel 1 en 2. Dus, ja. Wie zit hier op te wachten? Ik niet. Wat? Deel 3 Killer Instinct bedoel je? Ja, die vind ik toch heel anders dan de vorige gaande delen. Ja, dat klopt. En ook gewoon de character models sowieso. Maar het was eigenlijk ook weer, kijk. Net als hoe je Street Fighter 4 hebt, Street Fighter 5, en dan op een gegeven moment heb je dus de huidige Street Fighter. Weet je, zo zou je het moeten zien, want het is gewoon, de artstijl is gewoon volledig op zijn kop gegaan. Ja, van 3 naar 4 was ineens 3D. Ja. Ja, precies. Maar ja, en daar is een tijd overheen gegaan, misschien met storyline, weet je wel. Ik bedoel, van Diego ziet er ook niet uit als iemand met een legging aan, shiny legging. Ziet er meer uit als een, ja, dus dat heb je niet meer. Dat was toen jaren 90, dat kon dan, maar nu zit het in 2023. Als je nu met een legging rondloopt, ik bedoel, zelfs Batman en Superman lopen niet met leggings. Ja, ik vond een beetje het idee dat er niet veel ruimte is op dit moment op de fightermarkt voor een Killer's Instinct. Dat het er niet echt lekker in past of zo. Nee, maar, ja, precies. Maar daarom is het wel zo van. Daarom, ja, dat gevoel heb ik persoonlijk ook. Maar ze moeten, als ze deze franchise willen houden, dan moeten ze toch echt iets gaan doen. En het zou zo zijn. Kijk, om deze game weer te rebooten. Dat gaat nergens over. Dus ze moeten gewoon de huidige artstijl moeten ze gewoon houden. Maar ze moeten daar weer nieuw leven in wakkeren. Of in blazen. Dus dan denk ik dat ze dat op deze manier doen. Het hele concept slaat er nergens op. Van, je hebt een game die nou nog. Die nu nog. Mijn zoon speelde me vorig jaar nog. Of ik, op de Xbox. En die game die kun je nu spelen op de Xbox. En dan ga je hem rebooten. Ja, nu. Ja. Hij is ook al 10 jaar oud. Ja. Nee. Het is sowieso een beetje gek eigenlijk na 10 jaar dat je dan een anniversary version gaat doen. Dat is best wel apart. Yep. Dus ik weet niet waar dit heen moet eigenlijk. Ik en Rick hebben laatst wel figures gehad van... Ja, jij en Rick.
Hé, maar die figures waren fucking dope. En dirt freaking cheap. Dus de hype is er, de hype is we er. We waren gierig, oh, jongen, we zagen die. Ja, man, ja, man. Ja. Hey, maar boys. Te kijken, as we speak, zit ik naar ze te kijken. Maar... Boys, boys, we gaan niet geloven, man. De topics. Oh nee, nee, er is nog een topic. Hey! Hey. En we blijven bij Rare, boys. We blijven bij Rare, want ik doe even een hype check bij jullie. Want Jet Force Gemini komt naar NSO. Wie is hier hype voor? Want kijk, ik persoonlijk heb die game eigenlijk nooit gespeeld. Nee? Nee. Is die game lauw? Is er hype? Zijn we blij hiermee? Hé, hey, deze game, hè? Deze game... Ik vond Jet Force Gemini vond ik gewoon heel vet. Puur gewoon dat je twee characters had. Je had een mannetje, vrouwtje. En het was een... ja. En, je had een, ja, ja. En het was een third-person shooter op de Nintendo 64. Ja. En de expansion pack moest je gebruiken, toch? Ja, precies, want de graphics zagen er best wel tof uit ook. Echter, ja. Weet je, de controls was niet helemaal geweldig, maar ook niet crap. Maar die game was echt wel tof. En ik vind het wel heel vet dat hij naar de NSO... komt. Ja, ik ben benieuwd wat apart, want is Rare nu niet gewoon van Microsoft? Ja. Ja. Ja, dus... ja. Ja. Want ja, dat is een Rare replay. Ja, de Jet Force Gemini. Rare had destijds het geniaal idee om Rare te kopen. En dus wouden ze Nintendo een hak zetten. Alleen wat gebeurde er vlak voordat die overname kwam en vlak daarna zijn heel veel van de key characters van het bedrijf die zijn gewoon weggelopen. Dus Microsoft kocht voor miljoenen euro's en, nou, ik wil niet zeggen een kat in de zaak, maar een beetje een leeg gebouw. Ik zal je wat zeggen. Jet Force Gemini staat gewoon op disc van Rare Replay voor de Xbox. Ja, ja, klopt. Daar staat hij gewoon op. Dus je kan hem ook gewoon op Xbox spelen. Dat is wel, maar goed, voor de nostalgia reasons moet je het op Nintendo spelen. Ja, ja, inderdaad. Met de controller van de 64. Van de 64. Klopt. Maar is ja, oké. Okay. Ja, voor wie is dit? Van ik ken de game. Maar het is geen titel zoals GoldenEye die iedereen kent. Nee. Die tijdperk. Nee, dat klopt. Dus het is wel ietsjes daaronder. En de Nintendo Switch loopt ook op zijn laatste benen. Dus ja. Ik vind het wel gek dat ze dan niet geven. Gewoon even. Volgens mij is dat Donkey Kong niet eens op Enzo. Donkey Kong 64. Ja. Dat vind ik dan... Dat snap ik niet. Ja, dat snap ik ook niet. Jet Force Gemini wel, Donkey Kong 64 niet. Dat... Ja, ik denk dat ze dit soort games gewoon bewaren. Het is leuk, als de hype weg is bij Nintendo en dan moeten ze weer met iets groots komen bij Nintendo Direct of zo. Ja. Ja, nou ja, wel leuk op zich om even te checken weer na al die jaren. Dat wel, want het was best wel een leuke game. Ja. Ja, maar ik ga hem dus zonder die 64 controls spelen, want die heb ik niet. Dus ik ben benieuwd hoe ik de controls uitpakken. met de Switch controller, de gewone Switch controller. Dat moet ik ook doen, ik heb die controller ook niet. Nou ja, nee, daarom. Ik heb GoldenEye ook op de Xbox gespeeld. Ik denk, hoe gaat dit worden? Maar als je er eenmaal aan bent, dan is het best oké. Okay. Ja. Ja, ik heb GoldenEye wel op de Switch gespeeld. Ja, dat vond ik wel apart. Hoe dat werkte, maar wat je zegt, het wende wel, maar ik had wel zoiets van, ja, toen destijds was het waarschijnlijk prima, maar voor nu, ik voelde wel van, ja, dit speelt niet als een regular shooter, zoals ik hem normaal zou spelen nu tegenwoordig. Want het werkte toch even anders, omdat je maar één pookje had toen destijds, weet je. Dus ja, ik voelde het wel even. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken dan. Yep. Ja. Ja, toch? Weinig hype. Ja. Bij jou, maar bij Rick was er veel hype. Retromis, wat denk jij? Ja, ik ken de game niet echt, zeg maar. Ik heb hem eigenlijk nooit gespeeld, maar ik ben wel benieuwd. Oké. En Walt, ben je hyped? Nou, ik kan niet zeggen dat ik echt hyped ben. Want het is net als, ik kan die ROM ook gewoon opboeten, weet je. En hij staat ook op Rare Replay. Maar ik heb niet de tijd genomen om zelf op de Rare Replay disc te spelen, weet je. Dus ja, maar ja, het enige is dat het
toegankelijker is, want ik scroll makkelijker door NSO heen dan dat ik die disc ga zoeken en dan wat in mijn Xbox ga stoppen. Ja. Maar in replay heb je wel veel achievements, hoor. Gewoon open deze game. ja, precies. Dus nou, voor mijzelf, ik heb geen hype of zo, want ik ken de game niet. Ik heb hem vroeger dus gewoon overgeslagen, maar ik heb hem dus ook op de Rare Replay disc staan. Hij staat al jaren geïnstalleerd. En als je hem installeert, dan zie je al die aparte games ook oppoppen. Dat vond ik ook speciaal. Al die Rare games zo op je 64 of op je... Ja, dat voelt gek. Dat ja, bij voelt Xbox oppoppen. Ja, dus, maar ja, in ieder geval, ik ga hem wel proberen. Ik vind wel leuk dat hij erop komt. Ja. Zodat ik hem, net zoals wat Bart net zegt, hij is sneller toegankelijk om te spelen in plaats van een disc zoeken. En, klopt. Kijk, en dit is echt slecht hè, dat ik dit zeg, want ik ben een physical collector. En dan kom ik nu met, ja nee, fuck disc, ik ga liever zo snel mogelijk opboeten op mijn... Dus, ja, physical to Rare Replay dan. Ja. Dus dat. Inderdaad. Maar die Rare heeft eigenlijk best wel een geschiedenis als bedrijf zijnde. En veel mensen kennen het alleen van de Nintendo 64 tijdperk. Maar ja, ik kan nog wel van de 8-bit, de NES tijdperk. Met Battletoads, noem maar op. Maar, yo! Ja, maar daarvoor hebben ze ook een hele grote tijdperk. Maar ik word hier niet echt hype van. Waar ik wel hype van ben, maar die is nog steeds volgens mij niet online gedumpt, is dat vorig jaar... Toen was er op eBay ineens iemand met een prototype voor de Nintendo 8-bit. Je hebt de Power Glove. En ja, ja. Rare daar een game voor gemaakt. En oh, wow. Die is nu uitgekomen. En die was, voor duizenden euro's is die deur gegaan op eBay. En daar ben ik dan wel hype voor. Om te zien van, wat heeft meer met de Power Glove gedaan? Maar voor een game... Bring the Power Glove back. Yeah. Ik zie de reclame nog van de Power Glove. Maar bro, hoe vet is dat als ze gewoon een glove uitbrengen nu met zo'n Switch controller, dan zo tsk, dat die dan ineens werkt, weet je? Dat je... dat is weer zo'n ding, jongen. Oh. Dat wordt bij de nieuwe ding, Zelda jongen. Of zo. Dat je dan zeg, je shield en je sword hebt, weet je wel. Ja, joh. De blauwe en de rode. Ja. Ja, nou ja, we can wish. Maar goed, in de tussentijd krijgen we af en toe een NSO-titel erbij. Ja, nou ja, 64 had op zich al leuke games. En dit was wel een van de leukere. Daar komt het op neer. Toch? Maar zijn die games allemaal te laat? Ik weet wel, met Jet Force Gemini... Met Jet Force Gemini was het wel... Het platformgedeelte was wel frustrerend. Omdat, weet je, je hebt zeg maar, toen was het echt net een beetje dat 3D. En ze moesten nog uitvogelen hoe precies de camera en dat die camera ergens de camera, weet je wel. De camera volgen, een beetje lastig met allemaal. De C-buttons de camera moest gaan bedienen en dat werkte voor precies. Ja. Hey boys. Boys, luister. We hebben, dit was de laatste topic, maar... wat we de laatste paar podcasten niet hebben gedaan is What Are We Playing? Dus, ja, precies. Dus ik wil hem toch nog even erin gooien. We zijn nog best wel goed in tijd. Dus nadat je verhaal hebt gedaan, sorry dat ik je onderbrak, gaan we die alsnog even erin gooien, ja? Rick, je was aan het woord. Sorry dat ik je onderbrak. Of was je al klaar? Nee, ik was eigenlijk al klaar, want... Weet je, we zijn bang gewoon... voor slechte camera-controls. Ja, slechte camera-controls, ja. Maar ja, goed, weet je, dat is dan ook weer nostalgisch, om weer eventjes nostalgisch te ergeren. Hoe gingen we er toen mee om en hoe gaan we er nu mee? Precies hetzelfde, misschien wel erger, weet je wel. Nou, nu zet ik hem al heel gauw uit, dat is hoe ik er nu mee Want ik heb geen tijd voor deze shit, man. Nee. Te frustreren voor deze shit. Ja. Nee, joh, man. Maar goed. What we've been playing on. Yes. En dan wil ik gelijk de woord geven aan Retro Mies. Take it all, man. What you been doing, man? Surviving the Aftermath heb ik veel gespeeld deze week. Ik weet niet of jullie die kennen.
Wat voor game? Ja, dat ken ik. Dat is een voor mij post-apocalyptic-achtige game. Ja, klopt, ja. Side-scroller, ja. Voor de? Ja, een beetje strategische city building game. Welke platform speel je hem op? Deze heb ik via de PC gedaan. PC, oké. Ik weet niet of die op de PlayStation of ergens op te krijgen is, dat weet ik zo niet. Ik ga even snel op Steam kijken. Want hij gaat hem gelijk purchasen, je weet toch? Wat is bijna? Ja, nu zijn die deals... niet meer. Nee, maar dat soort games zijn best wel tof. Als je daar gewoon even tijd voor hebt ook, dan weet je. Want je moet er wel even lekker voor zitten. We hebben vaak ook wel hele toffe storylines. Ah, het plaatje heb ik wel eens gezien, dat ze zo... Volgens mij was die laatste gratis op Epic ook. Oh echt? Oh ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat klopt. Dan heb ik hem waarschijnlijk geclaimd. Waarschijnlijk heb je hem geclaimd, ja. Leuk het gewoon nu. Het ziet er inderdaad een beetje tactical top-down uit. Ja. A la Red Alert, of is dat zoiets? Ja, zoiets is het eigenlijk wel, ja. Vet, vet. Lachen, man. Cool. Klinkt wel. Uit. En wat heb je nog meer gespeeld? Of was dat het? Want dat kan gewoon, hè? Dus, Ja, even... 10 minuutjes Bioshock, maar dat is niet genoeg, zeg maar, om nog te kunnen zeggen, ja. Dat je hem gespeeld hebt. Ja, wat was heb je hem ooit al een keertje gespeeld voor deze? Bioshock bedoel je? Ja. Ja, op de vierde PC heb ik hem ooit gespeeld. En ik weet niet meer welke van de drie delen het was. Oké. Die je toen had gespeeld. Ja. Dus je was niet bij 1 begonnen of zo. Je dacht van nee, dit is ook 3. Let's do this. Ja. We stellen 3 op inderdaad, maar. Dat was ook niet. Nee, ik had niet. Oké. Ja toch. Goed shit. Die game heeft wel een hele unieke setting. In de jaren 30 en dan onder water. Hey. Ja. Zo, je wil niet weten hoe hyped ik was toen die artstijl voor het eerst uitkwam van Bioshock. Bioshock, dat ziet er gruwelijk uit, gek. Hey, maar het zweert je ook, jongen. Het zweert Weet je wat vet is? Dat die pakken, dat zijn ook gewoon, die zijn ook gewoon designs van echte pakken, hè? Ja. Dat is echt het bizarre, dat die pakken praktisch eruit zien zoals ze... ook echt gebruikt zijn. Echte duikpakken. Dat is echt bizar. Ja, het ziet er zo creepy uit. Ja. Echt gruwelijk. Ja, er is echt iets creepies aan, terwijl het gewoon toen gewoon normale shit was, weet je wel. Maar nu te bedenken van zo'n... Holy als shit. Zeg maar zo iemand, voor je neus staat met zo'n pak. Freaking man in een donkere... ja, precies. Terwijl die eigenlijk geen kant op kan, want ja, weet je hoeveel shit... Het fucking zwaar. Het is fucking zwaar, dus... Uit. Ik geef het woord aan Mr. Ja, Dennis Vlieman. Ik heb wat dingen gespeeld op de RWS. Oude NES games. En daar heb ik voornamelijk Bucky O'Hare op gespeeld voor de NES. Bucky O'Hare! Hey. Lekker man. We zagen nog figures van Bucky O'Hare op Comic Con. Dat is ouder dan Jazz Jack Rabbit, hè? Bucky O'Hare. Ja, dat is ik wel opmerkelijk. Bucky O'Hare is echt een van die cartoons. Die was een tijd te ver vooruit, als het ware, zeg maar. En ik vond de cartoon altijd geweldig. Er zijn niet veel afleveringen van. Maar de game voor de NES is echt een van de hidden gems. Er zit hele leuke artstyle zit erin. Het is voor Konami, dus dat is altijd goed voor de NES. En het is een soort Mega Man level select. Je kunt je levels kiezen. En daarna moet je delen van je crew redden. En je crew hebben allemaal special abilities. En het is echt gewoon een leuke game. Die heb ik gespeeld. Ik heb Little Samson heb ik nog gespeeld op de NES. Oh, nice. Ook een geweldige game. En als laatste heb ik nog Maniac Mansion gespeeld. Ja. Yeah. Dat vind ik toch wel jammer. Dat daar niet zoveel games van zijn voor de NES. Vooral de Maniac Mansion. Die game ken ik alleen. En voor de rest ken ik geen game zoals dat op de NES. En er zit nog een leuk verhaaltje achter. Van, vroeger kreeg je van die Club Nintendo bladen. En daar zag ik Maniac Mansion in. En die wou ik dan heel graag hebben. En als een klein jongetje ga je dan met je ouders naar de Bart Smit en Intertoys.
Alleen, dat was nog in de jaren 80 en 90. En als de lokale gameshops in de jaren... Dan speelde je het gewoon niet, weet je wel. Dat is, ja, ja. Jammer, joh. Je had je gewoon echt pech, klopt. Dus dat is een van die games die ik later heb gespeeld. Omdat ik hem dan eind jaren 90, toen ik begon NES te verzamelen. Toen heb ik hem eens een keertje opgepikt. Ik dacht, oh, wat een vette game. En dat heb ik altijd jammer gevonden dat ik die game niet gespeeld heb in de heydays van de NES, zeg maar. Ja, ja. En voor de rest heb ik nog even met de 360 gespeeld. Ik heb nog een hele stapel 360 games die ik allemaal opgepikt heb. Van zomer op Rommelmarten en Kringloop. Ik kan wel nog even moeten doorspelen. En dan pak je er af en toe een. En nu heb ik Alien. En dan All Marines of zoiets. Ja. Die heb ik... Alien... Die is wel vet. Marines, ja. Ja, Colonial Marines. Die. Ja. Ja, en op zich, ik heb die game even gespeeld. En... ja, ik weet niet of ik hem nou echt tof vind of niet. De verhaallijn is wel een beetje bijzonder in elk geval. Ik zit er nou iets van, wat is het, 4 uurtjes in of zo. En in het begin zijn het alleen maar aliens. Je komt eraan op dat schip. En nou, je de noodsignaal. En je vindt een van die oude crewleden dan. En die bevrijd je. En dan in één keer wordt je schip aangevallen door andere marines. Of een andere groepering. Ik denk, oké. Wat about the aliens? Ja, het kwam een beetje gimmicky op mij over. Zo van, oké. Net alsof die ontwikkelaars zoiets hadden van... ja, alleen maar meteen die aliens schieten op zo'n spaceship... wordt ook een beetje irritant natuurlijk, of een beetje eentonig. Dus het wordt nog even aangevallen door een andere groep humans, zeg maar marines. Dus daar zit ik nu in. En op zich, ja, wel vermakelijk, maar niet bijzonder. Oké. Okay. Bij Half-Life 1 werkte dat wel. Dat je de aliens moest bevechten en de marines. Ja, maar het komt echt gescheiden over, weet je wel. Je vecht de hele tijd in het eerste gedeelte van de game is alleen aliens. En nu zijn die aliens ook in één keer weg en is het alleen tegen die marines, weet je wel. Even om zijn beurt. Ja, dat idee heb ik echt. Ja. Het was interessanter geweest, van nu ben ik de hele tijd tegen die andere marines aan het schieten en vechten. Maar dat zijn aliens, ja. Dat, ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Beetje gimmicky komt erover, maar op zich wel vermakelijk tot zover. Gewoon een beetje dude bro schieten. Ja, dat. Uit, nice games. Mag ik hem doorgeven, Flimman, of niet? Jazeker, ja, voor de rest heb ik weinig gespeeld, ja. Oké, dan ja, be ready, Rick. Ik zie je zo om je heen kijken. Nee, vriend, je bent aan de beurt. Let's go. Bro... Ik heb gewoon tijd gehad om Spider-Man uit te spelen, man. En chat, bra. als deze DLC komt, hè, met deze nieuwe character. Hey, bro, ik zei het je toch. Ben ik zeker hype. Het is niet de character die ik echt wil, maar... Maar toch. Ja. Goeie shit. Jammer. Dus ik zeg, let's do this! Yeah. Let's do it! Yeah. Maar dat smaakt naar meer. Dat is dat hele ding, weet je. Maar die game, man. Die game is echt fucking vet. Ja, man. Spider-Man 2 is fucking... En ik ben echt er doorheen gerend, hè. Ik zweer het je. Ik op zich ook wel, hoor. Maar had jij veel moeite shit. Met de baas, of niet? Not really? Je moest hem niet heel vaak overnieuw doen? Nee. Deze man is wel echt de diehard gamer, man. Oké. Okay. Ik had best wel moeite, man, met sommige. Bijvoorbeeld, één baas moet je 4 keer achter elkaar verslaan. Die was goed. Ja. Ja, maar dat had ik wel, man. Ik dacht van, Sonic, die already, man. Ja. Dat had ik wel gewoon verder. Dat had ik dus ook. Come on. Maar ja, ik vond hem altijd de nacht en ik was al fucking moe. En dan moet je 4 keer die baas verslaan. Denk van, hé, man, ik wil echt een baas. Maar weet je, maar op een gegeven moment zat ik gewoon in de flow, weet je wel. Dus dan zit je gewoon in die flow. Precies. Ja, soms denk ik, soms... Wel een,
Soms had ik, doe ik die baas een paar keer en dan op een gegeven moment klap je hem zo hard en denk je van fuck ou, waarom mag ze dan? Ja, ja precies. Ja, het is gewoon een bepaald patroontje, weet je, van oh, wacht eventjes. Ik heb hem door. Want het is niet van dat ik niet dood ben gegaan of zo, maar ik ben natuurlijk ben ik wel dood gegaan van hey, what the fuck. En dan bestudeer ze gewoon een beetje zijn patroontjes en dan van oh yo, no problem. Dan kick je zijn ass zo vredadig, jongen. Echt. Maar hey, Venom. Oh, masterlijk. Ja, hey, ik heb echt... Hey, ze kunnen zoveel met deze franchise. Sony heeft echt een juweel in handen, hè. Die Spider-Man dinges, die gaat... Maar dat is gewoon niet boring. Gewoon echt niet. Nee. Gewoon niet boring. Want je kan zoveel shit doen. Ik heb sowieso al in mijn hoofd van wat, hè, wat ik al zei van... ik ben hyped... Niet helemaal hype, maar toch wel hype. Omdat ik weet van, oké, dat is de character die dan eventueel zou komen. Als diegene ook playable is. Maar wetende van welke characters er nog meer zou kunnen komen in deze universe. Als je het hebt over de Spider-Verse. Wat er nog meer zou kunnen zijn. Weet je, hey, je kan zulke vette shit. Mm-hmm. En ik hoop ook nog steeds. We hebben natuurlijk die andere DLC's van de eerste gehad. Ik vind het vet dat je tussen Miles en Spider-Man kan alternaten. Maar het zou ook wel vet zijn als je dus een DLC zou hebben met dus andere characters. Of misschien, als ze dan toch bezig zijn met deze franchise, een beetje... Van mij pas mogen ze deze franchise echt wel uitmelken. En andere Marvel characters... Nou ja, wat denk je dat ze met Wolverine gaan doen dan? Denk je dat het op een gegeven moment gaat crossen? Tuurlijk, het is dat in de same universe, dat hebben het ze gezegd. Het is in de same universe, ja precies. Dus... Klopt, allebei dezelfde makers, dus ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ja, man. Why not? Ja. Why not, weet je wel. Ja. En wat ze ook zeiden, zeg maar, give us een Venom game, weet je? Hey, dat kan ook. Desnoods een DLC, begin met een DLC. Hey, wat sowieso de character Venom, maar dat is dat dan ook zo, want ze hebben de storyline hebben ze gealterd, weet je, dat we weten allemaal van, oké, okay, normaal gesproken is de character die in deze game Venom is eigenlijk niet de storyline Venom, want de storyline Venom is iemand anders, maar goed, weet je, ze kunnen het doen omdat het misschien een multiverse is, heel simpel. Maar, ja, maar het ding zit er ook in, hè? Carnage, en die is niet verslagen, dus... Ja, precies. Dat, zeker. Ja, dus dat is dus... Kijk, daar kunnen ze zoveel dingen mee doen, man. Het is echt... poeh. Maar gewoon sowieso al heel vet dat je de symbiote pak en dan uiteindelijk de anti-Venom... hey, vet, man. Nou, niet te veel spoiler voor de kijkers, niet voor degene die... Ja, daardoor, ik probeer niet te veel te spoilen, weet je wel. Maar er zit genoeg in... Ja. En hands down, fucking ja, awesome. Er zit genoeg in. Ik ben sowieso, ik zit echt gewoon te wachten op een announcement voor DLC voor deze game. Dus, ja. Maar in ieder geval, die game heb ik eindelijk uitgespeeld. Ik heb die uitgespeeld, dus ik ga nu verder met Final Fantasy 16. Die staat nu op mijn lijst om uit te spelen. Oké. Okay. Dan ga ik verder, want ik heb echt een shitload aan games. Begrijp je. Uit. Dan ben jij nog aan de beurt, Walt? Ik heb weer even een chill momentje gehad met Power Wash Simulator. Yo. Ik zag de DLC Back to the Future. Van... De aanbieding, hè? Huh? Die was ook nog in de Black Friday aanbieding. Ja, nou, ik heb hem al. Dus, Maar goed, de DLC van Back to the Future is er. Fucking dope, gek. Ja, ik heb hem nog niet gekocht. Maar ik ga hem sowieso wel kopen. Doe het. Ja. Ik moet eerst door de main game heen, maar die game duurt lang, man. Want even een clean session, dat duurt gewoon echt een uur soms. Hey, luister. Je moet... Ik ga gameplay kijken. Na deze podcast ga ik gelijk gameplay kijken. Je kan het gewoon co-op spelen, hè. Dat is echt ongelooflijk. Maar dit is VR, hè? Dit is VR. Oh, is het VR, joh? Nee, dat is een separate... Ik heb de gewone versie, maar je hebt dus ook nog de VR-versie, inderdaad. Ik denk telkens dat je die VR aan het spelen bent. Nee man, die heb ik nog niet. Zang! Ik dacht, deze gast geeft zo meteen, zit hij lekker op de bank, flex, DeLorean voor en zo. Ja, dat...
Ik moet even kijken hoe dat zit, inderdaad. Of die shit uit de main game nu... Want ik heb nergens een VR-optie gezien of zo in mijn physical copy. Volgens mij moet je dat separate kopen, de VR-versie. Ik moet even kijken wat er dan allemaal meegenomen wordt. Want dat zou wel vet zijn als je de DeLorean... Ja, maar dat lijkt mij wel. Dat lijkt me echt wel. Come on, man. Ik heb nu al de Lara Croft Mansion heb ik schoon zitten maken. Ik heb die Final Fantasy shit schoon zitten maken. Dat sport bottom kan ook nog. Maar alles is ook echt extreem goor, hè? Dus het is echt gewoon als het zwart aangekoekt is. Dus je bent echt die hard bezig. Maar goed, ja, dat speel ik eigenlijk tussendoor. En dat speel ik altijd langer dan wat ik plan. Dus dat. Maar ik heb nog even wat PC-games gedaan. Ik had de hele tijd in mijn hoofd... Ik moet Half-Life 2 Last Coast moet ik weer even spelen. Ik heb even filmpjes zitten kijken. En Last Coast is dus een gratis... het is eigenlijk een soort... Het was bedoeld als een tech demo van Valve... Om de hardware capabilities te laten zien van wat de engine van Valve kon, zeg maar, op dat moment. Het ziet er goed uit. Nog steeds vind ik eigenlijk die hele engine vind ik best wel goed. Wat het nu is. De physics zijn goed. Maar ja, de Last Coast is dus eigenlijk gewoon een non-canon eilandstukje waar je een soort deel van de invasie moet afvechten... Van een toren die ze in bezit nemen. En dan schieten ze allemaal rockets naar villages toe. Nou, jij moet dat even jammen. En dat moet je kapot maken. En ja, nu we het over baasgevechten hebben. Daar zat dus gewoon weer zo'n chopper battle in. Op die toren natuurlijk. Dat je er bovenop die toren staat. En ik zei, oh, oké, ja, die chopper battles heb ik best wel vaak gedaan in regular Half-Life. Nou, dat zijn altijd best wel irritant vaak. Want je krijgt wel gewoon altijd je RPG ligt daar gewoon klaar met alle rockets van hier, pak maar. Maar dan ga je zo schieten op die chopper. Maar die chopper, die is dus slim genoeg. Die kan dus zo die rockets kan die zo wegschieten, kapot schieten voordat hij hem hit. En hij schiet echt om de 3 seconden schiet hij ook op jou. Dus het is fucking irritant. Nou, op een gegeven moment hebben we een beetje door van, nou oké, ik ga dan precies tussen zijn timeframes doorschieten. Maar elke keer als hij dan... dan zie je zeg maar dat die kapot gaat. Maar dan komt hij dus zo op jou afvliegen naar die toren toe. En elke keer schoot er iets van een brokstuk of af of zo. En dat viel dan precies op mij de hele tijd. Ja. En dan, godverdomme, dan moet je weer het hele stuk opnieuw doen. En dan weer die battle. En dan gaat hij weer irritant doen. En dan was er ineens een mannetje op het dak die op mij zat te schieten. En toen viel ik naar beneden van, waar komt die nou ineens vandaan? Die is er dan gewoon ineens. Wat is dit? Dus ik had echt gewoon 4, 5 keer achter elkaar van... Man, wat is dit? Ik heb hem al easily verslagen nu. En dan moest je daarna naar beneden droppen door een soort gat. Maar je zit daar boven op een toren met stijgers en zo. En dan viel het plankje net naar beneden. Want die physics die werken dan zo dat plankje valt. En dan viel ik ook weer naar beneden van, wat is dit, man? Maar daarna was die game gewoon klaar. Hè? Dan moet je gewoon een bakje in en dan takel je naar beneden. En dan is die game klaar. Maar ik had echt de hele tijd... Nou, deze battle, waar gaat dit over? Struggle aan het einde gewoon, oh man. Ja, maar de andere keer dan is er gewoon no worry en dan... Lukt het in één keer. En dan nu echt ineens... Wat is dit, man? Echt zo irritant. Maar goed, ja. Wel leuk om even die extra shit te doen. Dus dat had ik gedaan. Maar ik had ook even een aantal gamepieces dirt cheap opgepikt met Autumn Sale, geloof ik. Op Steam. Die heeft altijd sales. Dat is wel het voordeel van PC gaming. Die hebben altijd te veel sales. Zo. En toen had ik even een paar arena survival shooters opgepikt. Want ze zagen er best wel vet uit. Een beetje like die old school Duke Nukem Doom-achtige stijl. Oh ja, ja, ja. Maar echt voor like 70, 80 cent of zo. Ja, nou oké, okay, ziet er vet uit. Doe maar. Eén ervan was... Hoe speel je dit trouwens? Zit je gewoon achter je PC of heb je een Steam Deck of hoe speel je dit?
Ik heb gewoon een laptopje met een Steam account en die library van mij is echt crazy. Dus er staan allemaal crazy titels tussen en ik blijf ze ook maar toevoegen. Maar aan de, wat je zegt, Vliemen, het is dan wel bijvoorbeeld perfect om een Steam Deck te hebben en dat je lekker op je bankje kan gaan zitten en al die crappy titels die ik doe, kan je dan ook daar doen, weet je. Want ja, die zijn vaak niet zo groot in opslag, vereisen niet zulke keiharde, hey, what the fuck, zie je dikke flits. Die vereisen niet, die hebben niet echt onwijs. Oh, is een onweer gek. Maar, wat zei je nou? Wat hè? Het is gewoon onweer. Onweer. Oh. Wel, ja. Nee, maar ja, ik zit dus gewoon op mijn laptop te gamen en een van die games was Impaler, heette die. Oh, die. Ken je die? Ja. Niet gespeeld echt, hoor, zelf. Oh. Niet gespeeld, maar ik ken hem wel. Het was wel een aparte game. Wat ik zei, je komt in een soort arena terecht. En ik weet niet of jullie Serious Sam kennen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is serieus zo gek. Nou ja, dat, je krijgt een arena. Enemies komen op je afrennen als mallen. En je moet als een gek gaan knallen. Maar Impaler heeft dus de linkermuisbutton is gewoon met je wapen schieten. Maar de rechtermuisbutton is dat je een soort van staken uit de grond kan schieten, omhoog kan laten rijzen. Dus je impilt, zeg maar, je dat enemies was, from below. Dat was Dracula. Ja, en die kan je dus met een soort van tracking line kan je zien waar je hem ongeveer de grond uit laat komen. En dacht, hé, dat is best een vette mechanic op zich. Ja, dat klopt. Want je gebruikt tijdens zo'n battle moet je dus bepaalde voorwerpen moet je naar een bepaalde punten brengen. En dat kan je dus doen door op te schieten of te impelen. Dus dat je iets omhoog knalt, zeg maar, daarmee. En je kan dus ook een beetje afwisselen als je wapen overheat. Dan kan je die impel-functie ook gebruiken. Want er komen de hele tijd allemaal vliegende demons op je af. Dus die kan dan ook zo, tjak, zo omhoog staken. En ik moet zeggen, nou, die game werd best pittig in no time. Dus ik heb even 4 leveltjes gedaan. Hey, what the fuck. Maar het is ook een beetje roguelike dat het gewoon allemaal randomly generated is. Ja, elke keer je speelt. Maar ik dacht, nou, voor 80 cent. Of, hey, het is best wel een vet indie gamepje, man. Dus dat was al een vette, vond ik. Maar goed, dit is wel echt diehard shooter game is dit. Het is echt niet makkelijk. En ik heb het maar even gespeeld en ik dacht van, wow man, het is wel moeilijk. Het is wel moeilijk om hier goed in te worden. Maar ik had dus nog een andere game, dat is ook een beetje vergelijkbaar. En dat heette Crossbow Blood Knight. Nou, dat ging nog 2 keer zo hard. Dus die enemies gingen helemaal loosey op je afrennen. En er kwamen een soort van hives naar boven die dan allemaal demons uitspugen en die moet je dan snel kapot schieten, want anders komen er telkens nieuwe highs. En die is, ja man, het is moeilijk man. Maar het leuke aan dit soort games is dan dat het is cheap, het is gewoon een beetje mindless shooten. En ja, het is eigenlijk, het test echt je shooting skills, hoe goed je ergens in bent. Je kan dan ook springen en turnen en dus dit is wel echt een goede trainingsgame om algemeen goed te worden in shooters. Maar je zit ook gewoon met beperkte ruimte, weet je. Dus je moet echt rennen. Je zit cheap, Walt. Maar wat kosten die games dan die je allemaal speelt? Is het dan een eurotje werken gratis? Of? Nou, je kan ze waarschijnlijk, dit soort dingen kan je waarschijnlijk ook gratis vinden op Steam. Want het is zoveel gratis. Maar dit, ik kreeg deze games, kreeg ik de hoogte van omdat ik iets van naar Postal zat te kijken. Kwamen deze ineens in de aanbevelingen, weet je wel. Dus ik had ze zo gewishlist in mijn Steam wishlist. Van nou, deze stijl ziet er wel vet uit. Cool, beetje dude bro, old school shooters. Beetje horrorachtig ook. Dus, nou oké, okay, ik zet ze lekker in mijn wishlist. En dan komt die Autumn Sale en dan ineens zijn ze, ja, oh, nou, 75 cent. Absurde prijzen opeens. En ik, nou, dan wil ik er wel even een paar oppikken, weet je wel, voor een euro of 75 cent. Dan wil ik die crappy
indie game titels wel proberen, weet je wel. Ja. Dus ja, cheap. Gewoon cheap, man. Ja, maar dat is echt Steam. Ik weet niet hoe jullie erin zitten, maar dit is What Are We Playing. Maar ik moet zeggen dat ik mijn laatste tijd, misschien ook omdat ik ouder word, maar dat ik me steeds meer aangevoeld tot indie games met een kortere levensduur, om het zo maar te zeggen. Om even snel te spelen voor een paar uurtjes. Dan die hele grote titels van 40 uur, 50 uur. Ja. Nou, precies dat wat snap je ik zegt. Wel wat je zegt, ja. En weet je wat het mooie is? Ik helemaal erin, want wie heeft er tijd voor me? Ja, nou, precies, maar dat is het. Van, kijk, we kopen wel games en dat zijn ook. En vooral, wat ik, bij mij is het van, ik koop heel vaak RPG's en die zijn, jullie weten, die zijn echt uren lang. Maar je moet er tijd voor hebben, maar zelfs voor die indie games, die kleintjes, daar heb ik zelfs te weinig tijd voor. Terwijl ik die, over het algemeen, vind ik die echt super. Want indie games, de creativity, de gedachte achter die games en. Het is juist heel cool dat ze daar juist zo retro uitzien in deze tijd, tijdens de 80p, weet je wel. Ja, ik hoor wat je zegt, Rick, maar ik bedoel eigenlijk meer van, kijk, voor sommige games, zoals een Zelda, een Mario, daar wil ik echt veel tijd voor maken in 40 uur. Ja. Alleen, de trend vandaag de dag is dat bijna elke titel is 40, 50 uur zogenaamd. En dan denk ik, voor een titeltje, tenzij je speciaal bent, ga ik echt geen 40, 50 uur uittrekken. Dan speel ik liever een indie game met een hoog vermaakgehalte van 2 uurtjes, dan dat ik uren stop in een B-titel. Ja, maar dan moet je wel, maar dan moet je wel echt wel een indie game hebben die gewoon zegt van, oké, luister, we zijn een indie game, we gaan van A naar B, van B naar C, van D, en we moeten geen roguelite shit hebben, want al die, tegenwoordig is ook allemaal roguelite, en dan zit je ook makkelijk 40 uur, dan ben je nog steeds niks op gekomen, moet je telkens opnieuw beginnen. Ja. Kijk, die shit hadden we vroeger, man. Boys. Van mijn kinderen dan spelen, die spelen dan wel vaak Imposter, of ze spelen Brawl Stars of zoiets, weet je wel. Even snel van maken, even leuk. Nou. Dat is een ongein. En een paar potjes en klaar. Boys, ik pak hem over. Hi. Want Walter, we zijn gewoon klaar, toch? Ja, ik dacht het wel. Volgens mij hebben we echt gewoon nog 10 games gespeeld. Ja, op Steam ga je al gauw allemaal crap spelen. Volgende week, man. Volgende week een nieuwe ronde. In ieder geval, ik pak hem over. ik heb maar 2 games gespeeld en dat is nog steeds Mario Wonder. Ik speel hem nog steeds met de familie en de kids worden telkens beter, dus het gaat telkens beter, maar het duurt wel lang. En ik heb een beginnetje gemaakt met Mario RPG, Super Mario RPG. Ik had hem nog nooit gespeeld. En ik heb nu 2 uurtjes gespeeld ongeveer en ik ben, het is super makkelijk. Heb je de muzieknoten al gehad? Wat zeg je? Heb je de muzieknotenpuzzel al gehad? Nee. Bij de vijver? Oké. Okay. Nee. Dat wordt wel minder makkelijk. Oké. Ja, tot nu toe denk ik van het is best wel makkelijk. Ik zie nog niet echt die uitdaging Final Fantasy à la Final Fantasy. Maar dat ga je ook niet krijgen. Nee, ja? Nee. Alleen op het einde. Alleen op het einde? Ja, de laatste boss, die smidt met zijn hamer. En ik heb de 16-bit versie gespeeld, hè? Ja. Die is nog redelijk pittig, maar toen had ik me zo ver geupgrade dat je er wel overpowered. En je hebt nog een geheime boss erin zitten, maar die is echt super pittig. Die komt echt rechtstreeks van Final Fantasy. Ja, okay. Dat zijn echt Final Fantasy dingen, zeg maar die weapons. Dus die nog. Maar voor u, wat ik heb gespeeld, was die leuk. Ik vermaak me wel, het is een leuk spel. Dus wanneer ik weer tijd heb, ga ik hem hervatten. Ik vind het wel echt cool om te horen dat je gewoon die Super Mario RPG rockt, bro. Ja, man. Je hebt aardig wat games in het cellofaan nog, die nog steeds daar. Deze is net uit en dan bam. Ja, man. Ja, man, ik wou hem al heel lang spelen. En ik dacht van nu is het tijd. Maar ja, nu, zeg maar, nu dat ik deze 2 erbij heb, wordt. Ik wil deze ook heel graag spelen. Want ik wil echt weten of dit nou echt een leuk spel is of niet.
En deze heeft Rex me al helemaal opgehyped, dus die wil ik ook spelen. Maar ja, weet je wat het is met PlayStation nu? Ik heb nu zeg maar die, vorige week had ik dus die Mario, of die Naruto game. Maar die was maar 40 gigabyte of zo. En dan dacht ik, ja, die installeer ik wel gewoon. Maar nu ik deze heb, past die niet meer. Dus irritant. Maar nu heb ik allemaal games geïnstalleerd die ik gewoon nog wil spelen. En dan, ja, lastig, lastig. Deinstalleren, vriend. Ja, ik heb daar echt geen problemen mee, hè. Met ik deinstalleer die shit en als ik wil, dan installeer ik spelen, uitspelen. Alles wat ik daar heb, wil ik gewoon spelen. Dat is het. Ja, true. Ik zou Sonic eerst laten liggen. Die vond, heb ik op Gamescom gespeeld. Die vond ik persoonlijk, met mijn mening, vond ik een beetje tegenvallen. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk ga ik deze ook gewoon met de kids spelen. Want deze is hetzelfde een beetje als die Wonder, toch? Kan je ook gewoon met z'n allen spelen, toch? Tegelijk. Jawel, jawel, jawel. Maar die, je had eerst Sonic Mania zo wat. Die een beetje in de 16. Ja, ja, ja. Die was vet. Die vond ik echt vet. En dat je deze, ik denk van... Ja, het is geen Sonic Mania. Nee. Oké. Okay. Nee. Dat klopt. En dingen, hoe heet het? Zeg maar, mijn kid krijgt voor van de Sint die Sonic Origin. Hey, maar je bent toch niet zo'n pa die zegt van, voor de kids die krijgen van de Sint of met de kerst deze game. En dan krijgen ze die game en dan zit pa als eerste ervoor. Zo, Ik ben die pa, man. Nee. Gekkigheid. Die games die zogenaamd voor de kids zijn. En ja, hij krijgt, dit zijn ze, kijk, hij krijgt nu, dit zijn de eerste twee games die hij krijgt. En dan krijgt hij, ik doneer wel een van mijn 6 switches aan hem. en dan krijgt hij ook Minecraft. Hij zeurt echt al lang voor die Minecraft. Maar ik heb een hekel aan Minecraft. Dus ik zat de hele tijd van, nee, kijk Sonic, kijk Mario. Hij zit nog steeds Minecraft. Dus ik ga hem gewoon geven. En, dan, en die is niet voor pa. Hey, maar chat, maar nu je dat zegt, hè. Hoeveel switches heb je eigenlijk? Volgens mij 6. Switches. Serieus? Ik heb de collect... ik heb 2 OLED's. Die Zelda en die Pokémon. Mm-hmm. Ik heb 2 Lite Pokémon versies. Mm-hmm. Ik heb de Pokémon Eevee Pikachu Switch. En dan mijn OG Switch, die gewoon op release day uitkwam. Dus 6, ja. Geen Mario design. 6. En dan ja, maar die Mario Switch die is gewoon crappy rood alleen maar. De hel. Ja, natuurlijk niet. Die hoef ik niet. Maar weet je welke Switch ik nog wil hebben? Die Super Smash Switch. Die wil ik nog echt heel graag hebben. Oh ja. Die is lauw. Ja. Die is lauw. Dus die ga ik nog halen een keer. En dan ben ik wel... Ja, wie hou ik hier voor de gek? Ik ben niet klaar dan met Switch kopen, want er komt waarschijnlijk nog wel een coole Switch. Dus die hoge cijfers van Nintendo Switch verkoop komen voornamelijk bij jou vandaan. Ja, man. You're cheating the system. Ja, man, boys. Hey, dit was hem weer, man. Dit was de episode 73. En ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er weer bij waren. En voor de kijkers, bedankt. Hai. Zeker. Bedankt en tot volgende week. Okay? Peace out. Yes, laters. Tot de volgende. Laters. Go. Laters.